Men zegt wel eens dat men iemand anders de das heeft omgedaan. Maar als ooit iemand zichzelf de das heeft omgedaan, dan was het wel meneer Rosemeijer. Een op het dorp niet zo geziene rentenier. Het begon allemaal met de graaf Ulurus, die Fridolin zo graag wilde hebben. Maar laat ik bij het begin beginnen. Het begon met een afwaspartij in de keuken van juffrouw Saartje. Fijn dat je me zo goed helpt, Zwiep. Maar ja, neem me niet kwalijk, maar de onderkant van de borden moet je ook afdrogen, hoor. Weet dat nou? Je eet alleen nog maar van de bovenkant. Als die manier een zeep smaakt. Hij is zeker bang dat hij te veel doet, juffrouw Saartje. Zou het misschien kunnen zijn, veldwachter, dat jij te veel invloed op Zwiep hebt? Ja, wat bedoelt u daar nou weer mee, juffrouw Saartje? Ja, Saar, leg het hem even uit. Hij is niet zo vlug van begrip. Wat zeg je nou? Wat bedoel je daarmee, hè? Daar bedoelen Zwiebertje en ik dat je best eens een handje helpen kan. Ja, ja, wij vormen samen zo'n leuk span, hè, Bromsaar? Oh, geweg. Juffrouw Saartje, ik denk alleen... Ja, denken en laten we rustig aan jou over, hoor. Maar juffrouw Saartje, u denkt toch zeker niet dat ik hier ben gekomen... om me voor huishoudelijk werk mijn uniform vuil te laten maken? Ik... Oh, kijk nou eens, hele klodden zeepsop. Ja, dat is waar. Hij heeft gelijk, Saar. Oh, eindelijk een die me begrijpt. Zo, heel goed. Hey, wat doe je nou? Nee, joh, weg is hij dan uit als de burgemeester komt. Zo, nou, kijk eens. Saar, is het geen schattige Bromsaar, maar een schatje, hé? Dan zou je spijt van kijk, Kees. Onze veldbordenwachter was er. Dubbel uniform staat je heel goed, veldwachter. Een nieuw ontwerp van juffrouw Cornelia, zeker. Hè? Mijn complimenten. Op dat idee was ik nooit gekomen. Kom, veldwassenbordenwachter. Toch, het bord nou eens eindelijk af. Ja, kom op, veldbordensnor. Kijk eens wat ik al gedaan heb allemaal. Ik ben in elk geval gerustgesteld. Nu ik een paar dagen op reis ga, weet ik dat je niet alleen twee mannen hebt... die je tijdens mijn afwezigheid heel goed zullen beschermen... maar die een alleen achtergebleven vrouw ook een deel van haar arbeid uit handen zullen nemen. Alsjeblieft, Brom, je hoort het opdracht van de edelachtbare. Maar als ga je hebben met je opdracht? De edelachtbare veroorloft zich alleen maar een grapje, hè, meneer? Een grapje? Een kwinkslag met zo'n belangrijk ambtenaar. Ja, meneer maakt helemaal geen kwinkje. Hé, meneer, geen sprake van, het is bittere ernst, Brom. Zich serveert geen prachtig plan van meneer. Brom en ik beschermen jou en wij spelen een paar dagjes voor de huisknecht. Hij is dol op aardappelen schillen, meneer. Nee. Het huishouden kan ik alleen wel af. Drie of vier dagen is heel lang met tijdzaadje. Maar in ieder geval ga ik met een gerust hart op reis. Donderdag of vrijdag zie je me weer terug en zet deze twee heren maar flink aan arbeid. Hè. Hij zit ze achter hun broek. Ik heb de mattenklapper al klaarstaan, meneer. En tot ziens, meneer. Ziens, meneer. Meneer, jullie kent je opdrachten. Tot ziens. Kom op, niet luieren, niet suffen, opdracht van de burgemeester. Kom op, Bromsaar en de afwas. Oh ja, je denkt er zeker niet dat we zullen huishoudelijk werk lenen, hè? Van mij hoeft het niet, hoor. Zo. Maar ja, het is opdracht van meneer. Schijt toch uit met je opdracht. Dat was alleen maar een grapje. Een grapje? Van meneer? Meneer maakt geen kwinkjes. Meneer is geen kwinkslager. Wat jij, Saar? Kwinkmaker of grappenslager. Ik verlaag me niet tot zulke arbeid. Trouwens, veronderstel dat mijn Cornelia erachter komt dat ik hier afsta te drogen. Dan kan ik thuis ook de hele dag achter aanrecht staan. Oh, juist daar zit hem de kneep, hè? Jij bent bang dat je morgen je eigen lieve vrouwtje moet helpen. Nee, ik verlaag me niet tot zulke arbeid. Nee. Weet je wat jij voor een man bent? Rustig door het dorp kuieren, handjes op de rug... Een beetje trots in de rond te kijken, mooi petje op, mooi sabeltje, prachtig uniform met glimmende knoopjes, allemaal blik op je borst hangen, hè? Help jij Cornelia dan nooit? Versaartje, mijn Cornelia die kent haar plicht als huisvrouw, zoals ik mijn plicht ken als veldwachter. Wat afschuwelijk! Wat is daar voor afschuwelijks aan? Dat jij thuis ook nog eens een keer de veldwachter uithangt. Ja. Een man kan zijn vrouw eens best helpen als hij daar de tijd voor heeft. Weet je wat ik geloof? Dat het tijd wordt dat ik wegga. Dag, juffrouw Saartje. Ik bedoel, dag. Ja. Alsjeblieft. Hey, wat nou weer? Als je doorgelopen was, was je verder geweest. Ach man, schei je uit. En geef dat schort terug van Saartje. Wat een Hier!
Die moet ik hebben. Die heb ik nog niet. Bolk! Hallo, meneer Roosemeijer. Goeiedag. Ja, neemt u me niet kwalijk, maar ik ben een beetje aan het verven achter. Ja, goed. Die. Oh ja, wacht even. Deze bedoelt u? Ja, staat er soms nog een andere gravure? Nee? Oh dan. Hey. Wat kost dat ding? Nou, eens even kijken. Staat achterop. Oh ja, 12,50. Dat is natuurlijk een fopprijs. Wat kost die mij? 12,50. De helft eraf en dan neem ik hem. De helft eraf en dan hou ik hem. Die Van Dijk. Ja? Grappenmaker. Denk dat hij mij in de boot kan nemen, hè? Maar alle malligheid op een stokje. Voor 7,50 neem ik hem. Nee. Ja, die meneer Roosemeijer. Dat is ook een grappenjas, hoor. Ja, Guit, pak hem dan maar gauw in. En die 7,50 tel ik dan hier op de toonbank uit. En die resterende 5 gulden dan, waar legt u die dan neer? Nog een grapje, Van Dijk? Nee, ik zei 12,5 gulden. En daar hebt u een koopje aan. Een koopje? Afzetterij, ja. Dat is het. Nee, Van Dijk, mij bedrieg je niet. Ik heb verstand van gravures. Ik ook toevallig, meneer Roosemeijer. Hoi, Van Dijk. Merci. Ja, kom hem halen. Ah, die zwiebertje. Hey, dag, lieve vriend. U komt hier als klant. En ik kom alleen maar even een kletsbabbeltje houden met mijn vriend. Bedankt, hè? Ja, hoor. Goeiedag. Hallo. Zeg, die gravure moet ik hebben, Van Dijk. Ja, alsjeblieft, meneer Friedelinus. Dat is een pracht exemplaar. Wat kost die? 12,5 gulden. Dat is een koopje. Die neem ik. Ja. Ho. Daar heb ik al beslag op gelegd. Ik heb al 4 van deze gravures bij me thuis in de kamer. Nou, en ik heb er 2 en met die bij maakt 3, hè? Of is het waar wat meneer Habakkuk hier vertelt? Nee, want hij vond hem veel te duur. Wie het eerst bij mij betaalt, die het eerst bij mij haalt. Dat zijn van die scharrelaarsmanieren, Van Dijk, waar ik niet van gediend ben. Hè? Ik was hier eerst, ik heb de oudste rechten, die gravure is van mij. Ja, dat is het. Uitzeg het, mannen. Wapenstil zat en hij nog tevreden sluiten. Nee, niks vrede. Eerst die gravure. Ik wou die 12,5 gulden niet betalen. Ja, maar nu wel. Nu. Dag, meneer. Door Habakkuk naar toe. Meneer Friedelinus was hier voor. Les u alsjeblieft neer en zal ik hem voor u inpakken. Ja, graag. Hier dat ding. Zeg, en nou is het genoeg. In mijn winkeltje. Er wordt niet gevochten. Zo. Pas maar op. Ik krijg jou nog wel. Ja, dat is goed. Ik kom al bij je langs. Kom ik gelijk die andere 4 gravures ophalen. Hoe slaan, hè? Slaan. Oh. Pas maar op. Ik krijg jou nog wel. Sorry jongens, voor de dolle kermis die ik hier heb voor. Ja. Het recht was helemaal een nieuw zijde. Nou, het was bijna een knoppartijtje geworden. Ja. Maar ja, daar heb je niet van. Nee. Die houdt meer van de freak van mij. Ja, ik zal gelijk betalen. 5 knaken. Ja. 5 knaken. 5 knaken, dat is wel genoeg, hè? Ja hoor. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, kloppen zich deze bus, ja. En bedankt voor de klandizie. Jij bedankt, daar ben ik wat blij mee. Zeg. Dank u wel, hoor. Ja. Zeg, nou nog even die 4 gravures bij mijn dierbare vriend Habakkuk lospeuteren. Nou, bonjour, hè? Bonjour. Tot kijk. Ja, kijk, hoor. En voorzichtig. Verdraaid aardig, kerel. Ja. Ja, een beetje wilde brassen nou en dan, hè. Maar wat wil je, een kunstenaar? Nou, ja. Die hebben allemaal een kronkel. Waar het ik zo'n kronkel uit? Nou, gooi hem binnen. Ja. Hey, Joegé, een portemonnee. Wat? Die van jou? Wat zeg je nou? Die is van meneer Fridolinus. Ja, wat nou? Nou, ga je maar hier. Huh? Ik ga toch naar mijn huisje. Loop ik wel even bij hem langs. Oh ja, dan goed dan. Zeg, zie ik je vandaag nog? Nee, ik moet naar Saar, baby oppas. Baby op pas, ben je voor Saar? Ja, nee. Maar de burgemeester is een paar dagen voetsie. Heeft die Saar aan mijn zorgen toevertrouwd. Oh, nou. Hey. Ja, ik begrijp niet dat hij de lach met zo'n woesteling als jij erop afstuurt. Arme Saartje. Wat, hè? Gaan we dol, hè? Hé, kom eens hier bij. Dat zal ik zo leren. Ja.
Ik had hem nog niet eens gemist. Aardig dat je hem kon brengen. Ja. Hey. Leg hem daar even neer. Ja, ik ga een hele dag binnen rijden zo morgen. Maar ja, het had bijna knopper daar geworden. Ja, ik hou wel van zo'n afwisselingetje. Daar heb ik wel een blauw oog voor over. Ja, voorwaarde dan dat die Habakuk met twee blauwe ogen naar huis was gegaan, hè? Ja, het is tegen de principes van mijn vriend Malapint, die doet het liever in zijn broek, dat hij ruzie maakt. Ja, dat is ook een gedachte waar ik achter kan staan. Ja. Dat is een door en door goede kerel, hè, die kameraad van jou. Ja. Nou, we gaan er weer eens weer door. Ik heb het erg druk. Oh, ga je alweer weg? Ja. Dag, Miep. Ik zei al, ik heb het erg druk. Tot ziens, meneer Vriendelinus. Tot ziens. 1. Oh. Jij doet ook langzaam, man. Ja, wat wou je nou? Jij moet nodig wat zeggen. Jij zit in de put, je mag niet eens gooien. Nee. Ik wacht dat meneer Zwiebertje mij eindelijk eens komt verlossen. 6. 1, 2, 3, 4, 5. Hahaha. Hij is gevangen. Valt er nou wat om te lachen? Dat is leedvermaak. Weet je dat? Dat is een hele slechte karaktertrek. En jij daar even, toen ik in de pot zat. En wie riep dat toen hiep hiep hoera? Dat was ik om jou een beetje rust te gunnen, ja. Wil je een kopje thee? Hé? Huh? Wat zei je? Of je een kopje thee moet. Zei je thee? Ik zei thee, ja. Wat is er dan met die thee? Nou, ik vroeg of je een koppetje thee moest. Je hebt er al 6 gehad. Je zal wel geen trek hebben, maar bij jou weet je het nooit. Daarom vraag ik vriendelijk, moet je nog een kopje thee? Nou, duidelijk. Ik geef het alles vertellen. Barst van de slaap. Ik zoek mijn koets op. Ik val ook om van de slaap. Oh, zo laat al. Kijk even. 1:15. Ja. 1. Ja. Maar we hebben een heel lollig avondje gehad. Ja hoor. Gezellig. Ja. Ja, voor elkaar. Kruip er maar in. Zo. Ik voel mezelf net een volgezette theepot. Je zal er wel uit moeten vannacht een paar keer. Ja, zeker. Vat maar geen kabeltje. Anders steek je je façaadje nog aan. Nee, tot ziens, ouwe takehouse. Ik voel me helemaal boven mijn theewater. Ja, wat een wonder. Ja, en u? En u? Nee, die is ook nog later, Pat. Lijkt Sinterklaas wel. Pak onder zijn arm. En nogal haast ook. Het is lief van je, veldwachter, dat je me zo goed helpt. Zware bot, hè? Wat heet bot? Je kon de slikje nog rijden hier voor zijn. Zo, maar nou, kijk het even. Oh. Vleemscherp. Nou, ik neem mijn woorden terug van gisteren, hoor. Je bent een reuze hulp in de huishouding. Ik zal meneer vertellen dat je me zo goed geholpen hebt. Ja, dat is goed, maar je verzaakje luister eens. Niets aan Cornelia vertellen, hoor. Nee, ze mocht er eens misbruik van maken. Ik wou het. Gebeld. Ja, ja, ik hoor het. Ja, yeah. Die vrouwen die willen van die mannen allemaal huishennen maken, hè. Yeah. Maar een man als ik, die past daarvoor. Zo. Veldwachter is in de keuken, meneer. Ik zal hem even... Dank u wel, Saartje. Ik vind het wel. Zo, veldwachter. Jou te vinden heeft me vanmorgen moeite gekost. Willen de heren niet in de zitkamer gaan zitten? Nee, ik zit hier ook goed. Ik zei... Luister, veldwachter. Ja, meneer, niet zo overhaast, alsjeblieft, hoor. Ik moet even mijn koppel aantrekken, anders ben ik niet in functie, meneer. Veldwachter. Zo. Nou, meneer, ik luister. Wat is er gebeurd? Oh, de schrik van mijn leven. De schrik van uw leven? Vannacht. Ja? Bij me ingebroken. Vannacht? Ja. Nou, dan bent u ook rijpelijk laat mee, meneer. Ja, luister eens, ik ben vrijgezel. Eerst in de keuken ontbeten en daarna meteen naar mijn kantoortje gegaan. Ja, en de brandkast leeg? Nee, niks brandkast leeg. Toen ik daarna in de zitkamer kwam, stond het raam half open. Nog niks gemerkt eerst. Nee. Toen dacht ik, die lege plekken aan de wand. Wat miste u? 4 lege plekken. 4 lege plekken? Zeg, wie stelt er nou 4 lege plekken? Nee,
Op die lege plekken hadden 4 kostbare gravures gehangen. Wat hebben we daar gehangen? Gravures. Gravures. Prachtige ingelijste landschapsplaten. Oh ja. Antieke. Oh ja. Hoe schrijf je dat? P-L-A-A-T-E-N. Zo. En nog een spoor gevonden? Nee. Nee. Zo. Enig vermoeden wie er daar zou kunnen zijn? Geen enkel. Misschien iemand van buiten het dorp. Hoogst waarschijnlijk zelfs. Ja, maar wie heeft er nou belangstelling voor zulke dingen? Kunstkenners natuurlijk. Meneer, ik bedoel wie hier in het dorp? Hier in het dorp? Ja. Ik zou niet weten wie. Of... Ja! Zo, wie dan? Ach nee, als ik de naam zou noemen, zou dat misschien op een beschuldiging kunnen lijken. En ik wil niemand verdacht maken. Noemt u de naam toch maar, al is het alleen maar volledigheidshalve, meneer. Tja, zie je? Wie? Ik weet er maar eentje. Wie dan? Onze beeldhouwer. Meneer Fridolinus? Er is toch maar één beeldhouwer hier in het dorp? En verdenkt u die? Verdenken? Ik? Geen sprake van. Nee, zie je. Ik had die naam ook nooit moeten laten vallen. Nee, meneer Fridolinus. Die brave, goede man. Nee. Maar ja, die kunstenaars zijn feitelijk wel een raar volkje, hè? Ja. Gisteren in de winkel van Van Dijk was hij er ook. En toen heeft hij nog een grapje tegen me gemaakt. Een grapje? Nou, dat heeft hier toch niks mee te maken? Oh, in zoverre, het ging ook over een gravure die bij Van Dijk in de etalage stond. Ik zei hem dat ik 4 van dat soort bij me thuis had hangen. En toen zei hij, nou, die kom ik dan nog wel eens bij je halen. Maar ja, dat is natuurlijk maar een grapje geweest. Waren er getuigen bij toen meneer Fridolin dat tegen u zei? Getuigen, weer zo'n nare vraag. Nou ja, Van Dijk natuurlijk. En die rare zwerver, Zwiepertje. Zo. Ja, ik vraag het alleen maar volledigheidshalve, meneer. Want kijk, als ambtenaar in functie moet ik de kleinste aanwijzing niet verwaarlozen. Zie je, ik had die naam nooit moeten noemen. Maar kom, je weet nu genoeg. Ik bedoel, ik vertrouw op jouw scherpzinnigheid. En mocht jij de gravures opsporen, een goede fles wijn staat voor jou in mijn kelder. Als ambtenaar in functie, meneer, neem ik geen beloning aan. Ach, natuurlijk. Dat bewijst niet alleen dat jij een zeer scherpzinnig dienaar der wet bent, maar ook een zeer plichtsgetrouw ambtenaar. Op jou kan ik bouwen. Succes. Veel succes. Dank u wel, meneer. Maar ja... Ik doe alleen maar plicht maar hoor. Vanzelf. Kom meneer, ik zal u even uitlaten. Oh, nee, goedemorgen. Nee, ik kom al vanuit, dankjewel. Alsjeblieft. Oh ja. Je bent natuurlijk van plan huiszoeking te doen bij meneer Fridolinus. Wat ik zeggen wou, vergeet zijn atelier niet. Daartussen die oude rommel. Maar ach, wat klets ik toch. Vergeet meneer Fridolinus maar. Die is tot zoiets niet in staat. Bonjour. Dag meneer. Een wijs man. Alleen een beetje te veel zelfvertrouwen in zijn medemensen. Kom, ik ga die zaak direct onderzoeken. Lief veldwachtertje, nou loop je al zo'n 5 minuten in mijn atelier rond te snuffelen. Kwam ongevraagd binnen. Wat zoek je eigenlijk bij me?
Dit is een huiszoeking, meneer. Wat zoek je in vredesnaam bij me? Ik ben toch een antieke kunstliefhebber, nietwaar? Ja, ik hou van mijn vrouw, nog steeds. U ontwijkt me. U bent toch dol op landschapjes? Landschapjes? Ja, ik wandel graag. U weet heel goed wat ik bedoel. Ik bedoel van die getekende landschapjes. Gravures noemen ze die, geloof ik niet. Gravures? Landschapgravures. Ja, dat klopt. Ik heb er gisteren nog één op de kop getikt bij Van Dijk. Zeg maar is daar soms iets mee aan de hand? Zit er een luchtje aan? Is toch niet van diefstal afkomstig? U zei gisteren tegen... onder getuigenotabene... tegen ene meneer Rozemeijer. Ja, Habakuk Rozemeijer. Ook zo'n liefhebber, ja. Ja. Dat u die gravures... die bij hem thuis waren... wel eens even zou komen... halen? Met alle plezier, ja. Daar zal u niet lang plezier van hebben, meneer. Je denkt toch niet dat ik... Maar ik kom er niet op aan, maar zit er in die kist? In die kist? Niks, oude rommel, anders niks. Oude rommel? Goed, dan zullen we die oude rommel eens eventjes nakijken, meneer. Jij kijk maar, ik wil je nog wel een bril lenen ook. Ja, geen grapje. Zo. Alsjeblieft. Noem je dat, oude rommel? Ja, maar dat is ongelooflijk. Hoe komen die dingen in mijn atelier en in die kist? Ja, die hebben misschien wel een nachtwandelingetje gemaakt. En die zijn hier een beetje komen uitrusten. Ja, je denkt er niet dat ik dat gedaan, hè? Ik denk niet, meneer, ik weet. En dan gaat u uw jas en uw hoed halen. U gaat met mij een wandelingetje maken. Naar het stadhuis, meneer. En deze gravures neem ik in beslag. Hou dat thuis, man. Ja, wees maar niet bang, hoor, veldwachter. Ik mag er nog wel even afscheid nemen van mijn vrouw, niet? Natuurlijk, zo onmenselijk ben ik niet. Ho, 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 ho! Nee, vader, dat gaat zomaar niet. We gaan samen. Ja. Oh, wacht! Ik zie mijn vrouw! Achtje! Achtje! Ja, hé! Nee, dat gaat niet! Achtje! Meneer! Achtje! Kom terug, in de andere weg. Je bent gearresteerd. Nee, ik heb het geloof ik toch niet goed gezien. Wat? Ach, je! Nee! Kom terug! Kom terug! Ach, je! In de andere weg! Waar zit je dan toch? Ach! Ik ben wel eens dood! Nee, droom! Ja, ik heb je! Nee, kom! Kom hier! Secretaris. Ja, ben zeker in de kerk geboren. Hoezo? Wel? Ja. Als ik goed begrijp, ben je een soort loopjongen van juffrouw Saartje. Loopjongens, ga maar uit. Ik ben de huisknecht. Ik heb allemaal boodschappen moeten doen. Bakken, slager, melkboer, groenteman, noem maar op. Hé, kijk nou eens. Wat is er? Kom nou eens kijken. Hé. Wat heeft dat te betekenen? Ik weet niet, het lijkt wel of Fridolin is weer opgebracht. Die brave meneer Fridolin is. Dat is onmogelijk. Ja, onmogelijk? Bij Brom is niks onmogelijk. En de manier waarop die Fridolin bij zijn arm te pakken had, weet je wat dat betekent? Opbrengen. Ja. De portemonnee. Wat? Wat voor portemonnee? Die we gisteren hier in de winkel vonden. Die ik gisteren aan Fridolin is teruggegeven? Ja, teruggegeven. Misschien heb je hem wel gewoon gegeven. Misschien was die wel helemaal niet van meneer Fridolin. Nou, dat zou een mop zijn. Ja, nou, geen mop, geen drama. Maar dat had hij me net over gezegd. Dat heeft hij misschien juist niet gedaan. Ja, misschien dacht hij wel halen hebben en houden. Ja, weet je veel, kunstenaars zijn vaak op zwart zaad. Sorry, maar ik begrijp niet hoe Bronsnor Fridolinus, dat Bronsnor weet, dat ik begrijp het niet. Speurenneus. Nee? Speurenneus? Ja, jazeker. Misschien heeft meneer Fridolinus in een of andere lichtzinnige bui die portemonnee in een winkel laten zien. Nee, dat geloof ik niet. Nee, dat geloof ik. Weet je wat? Ik moet toch de boodschap in de zaal brengen. Ja. Bij haar kom ik wel meer te weten. Ja, wie weet. Ja. Aan u, hè? Aan u, hoor. Ik doe je even ook. Ja, bedankt. Tot kijk. En hier dat trapje op. Yes, ja. Zo, dan stoppen we hier maar even, want dat is uw toekomstig verblijf. Zo. Nou, dan mag je hier een poosje komen logeren. Dan maakt hij zelf maar eens een keertje uit hoe heerlijk het is om gravelures te stelen.
Dit is prei. Ja. Dat is koffie. Ja. En dat is appels. Appelen. En wil je die even op de schaal binnenleggen? Waar? Op de schaal. Ja. Ja. Dat is meel en dat is suiker. Dat is dat. Prachtig. Oh, wat goed. Nou. Jij mag nog eens boodschappen voor me doen. Alles is prima in orde, zie. Ja, luister, waarom gaf je me geen antwoord toen ik vroeg waarom Broos nou de Fridolines heeft opgebracht? Meel en koffie. Nou? Laten we daar nog niet over praten. Het zit mij ook dwars. Dus jij weet het. Boter. Waarom geef je me geen antwoord? Suiker. Hier, leg dat maar even op de wc voor me, wil je? Ja, zeker. Maar met een beetje met een klaar corset rollen het wc-riet insturen. Ga nou maar. Ja, maar. Als ik nou toch... Ja, ga nou. Suiker. Suiker, zout. Dat mag toch niks zeggen. Maakt die jongen me toch moeilijk. Suiker en zout. Jij nog ook de suiker in de zoutzak. En, oh, nou is alles door elkaar. En dan moet ik het maar weer teruggooien. Oh, wat doe ik dat toch stom? Dat kan ook niet. Oh, wat moet ik nou toch doen? Alles door elkaar. Wat krijg je nou nijdig? Oh, dan gooi ik de suiker in de zoutbus. Oh, alles door elkaar. Zit jou ook dwars, hè? Oh, wat kan mij die suiker schelen? Nee, praat er nou maar niet omheen. Ik bedoel van die meneer Fridolines. Nee, vertel nou, doe nou. Ik heb de veldwachter beloofd dat ik niemand wat zou zeggen. In de ogen van Brom ben ik een niemandalletje. Doe nou. Nou ja, je blijft toch zeuren. Nou ja, meneer Fridolines die zou een paar schilderijtjes gestolen hebben. Wat? Fridol, een paar... Van wie bij wie? Bij meneer Rozemeijer. Ja, en jij en Malle Pietje die weten er ook van. Malle Piet en ik? Wij weten de... Ja. Ja, gisterenmorgen in de winkel. Meneer Fridolines die zou meneer Rozemeijer gedreigd hebben dat hij een paar schilderijtjes uit zijn huis zou komen halen. Aha, nou, dat is allemaal een toepen, zeg. Een dief die eerst gaat vertellen dat hij komt stelen. Nee, dat is toch een vreemd grapje? Dat is helemaal geen grapje. Hij heeft het gedaan. De veldwachter heeft het vanmorgen bij hem in zijn atelier gevonden. Wanneer is hij die schilderij dan gestolen? Vannacht natuurlijk. Vannacht? Om kwart over twee, kwart over één soms. Wat bedoel je daar nou weer mee? Nou, ik ging niet bij Malle Piet vandaan en ik ging de deur uit. En toen kom ik een vent tegen met een pak onder zijn arm. Wat? Meneer Fridolines? Ja, weet ik niet, hij leek er wel op. Oh. Hé, wat een ratgeschiedenis. Net zo'n aardige man. Wat een suffert, wat een stommert. Ik... Tje. Waar zit hij op het ogenblik? In het gevangen, tot de meneer terugkomt. Veldwachter is bang dat hij er anders vandoor gaat. Ik wil hem spreken. Ik moet hem spreken. Nee, dat lukt je nooit. Dat laat Brom nooit toe. Dat weet je toch wel. Wacht maar, vanavond te donker is. Ah, doe dan maar geen gekke dingen. Nee, dat doe ik toch nooit. Praat er nou maar niet meer over. Ik ga koffiewater opzetten. Nee, laat maar. Geen koffiewater opzetten. Dit is geen zuivere koffie. Meneer Fridolines! Hallo? Hiero? Klim eens op je stoel. Of klim eens op de tafel. Hé, als ik het goed zie. Zwiebertje? Ja, kleed hem maar niet. Als ze me betrappen, ben ik er gloeiend bij. Wat is er? Wat kom je doen? Waarom deed u dat? Wat? Die schilderijtjes stelen. Ach, man, klets niet. Dat heb ik niet gedaan. Aangenade dat ze bij u in het atelier gevonden zijn, hè? Ja, gek, hè? Ja, ik heb u gisteravond nog gezien. Met een pak onder uw arm. Man, klets niet. Vlieg op. Ik hoor het al. Kan ik u nog ergens een plezier mee doen? Ja. Ja? Loop morgenochtend even langs mijn vrouw en zeg dat ik het best naar mijn zin heb. Alleen een beetje honger. Maar jongen... En dat ik ook hoop weer snel thuis te zijn. Ja, doe ik. Voor elkaar. Bedankt. Tjus, wakker.
Heb je die tekening van Brons al gezien? Huh? Daar rechts op de muur. Oh, ja. Die heb ik gisteren al. Ja, echt waar. Die heb ik 10 jaar geleden gemaakt. Ja. Zelf, toen zat ik hier ook. Nou, precies. Bedankt, hè. Bedankt waarvoor? Nou, voor je komst. Wie is je komst? Voor jouw eigen komst. Hier? Ja, hier. Ben ik hier geweest dan? Ja, zie je toch? Hé, hey, geen harde. Nou, dag. Dag erbij, hè. Ja, dag. Kijk. Nou, Sar, daar kan meneer Fridolinus tevreden mee wezen, zeg. Die zal voorlopig geen honger meer hebben. Als de veldwachter er maar niet achter komt. Wel, nee, nooit. Ik breng alles weg als het vanavond donker is. Ja, maar stel je voor. Smuggeltje, aangenaam. Het enige waar ik zeker van ben. Sar, je bent een reuzenmaat. Gevangenen en onderdrukte helpen. Is toch het mooiste wat er is? Ja, dat is het wel. Maar het is tenslotte zijn eigen schuld. Nou, en? Mag die man daarom niet een beetje lekker eten? Ja, voor mij wel, hoor. Het is al genoeg dat hij in het gevangenhok zit. Ja, dat vind ik nou ook. En iedereen haalt wel eens een stomme streek uit. Ja. Duimhoortjes. Wat nou weer? Wacht even. Oh, gelukkig, nee. Heerlijk. Dat is toch goed. Zeg maar, neem maar niet kwalijk. Hoe krijg je nou die dekschalen door die tralies? Geen probleem. Luister, je doet alles in vet, vet papier. Ik wil hem met door de tralies zijn. Laat de rest maar aan mij over. Wacht even, hoe is het met de aardappelen? Nee, die mag het nog wel even. Ja. Moet er nog een klein duwtje hebben. Ja. Kom mee, ga even zitten. Een beetje gezellig kletsbabbelen. Ja. Wacht even hoor, dan moet ik hebben nog een... zo'n... plankie. Oh, dat heb ik wel in de schuur. Servet? Ja. Lepel? Vork? En mis? Gaat die meneer Fridolinus in het gevangen een beetje vet zitten mesten? Nee, dat is onzin. Die zou het voor mij ook doen als ik in het gevangen zat. Ja. Nou, misschien zit hij vandaag en morgen wel weer achter de tralies. Nou, als Broms nou erachter komt wie meneer Fridolinus vet mest, dan zit je er morgen al achter. Nou, leuk hè? Moet je daarom lachen? Ja, en dan kan ik ook een beetje handjes gaan braaien of zo. Nou, lekker, kom je ook in het gevangen? Ja, samen in het gevangen, ja, gezellig. Nee, met z'n drie, je vergeet Fridolinus. Oh ja, dan kunnen we kwartetten. Ja, of verstoppertje spelen. Of blindemannetje. Ja. Zet nou niet op het einde van, maar kan ik even van jouw keuken gebruik maken om wat te kokelen en te bradelen voor meneer Fridolinus? Nou ja, je doet maar. Ja, voor mijn alleen, je laat mij er wel buiten, hè? Ja, voor mijn. Ik kom vanmiddag wel terug, ik moet eerst nog even de zaar. Ja, ik zal wat gedroge houtjes bij het fornuis leggen. Hé, hey, wacht eens even. Wat is dit? Kijk daar nou. Hé, hey, mijn zo. En jij blijft binnen. Hé, hey, meneer Habakuk. Wat aardig dat ik u nou eens even zie. Is er wat? Nee, wij helemaal niet. Ik wou alleen maar even zeggen, ik vind het zo afschuwelijk voor die meneer Fridolinus, hè. Oh, bedoel je dat? Ja, ja. Het is wel verschrikkelijk. Vreselijk, hè? Ja. Ja. Heb je die schilderijtjes al terug? Nee, die heeft de veldwachter als bewijsstukken achtergehouden. Ah. Maar vandaag of morgen staan ze weer veilig bij me thuis. Ah, ja. Ja, het is anders ook erg verdrietig, hè, voor zijn vrouw. Ja, het is inderdaad een vreselijke, diep treurige gebeurtenis. Ja. En wie had dat nou gedacht van meneer Fridolinus, hè? Ja, je kunt je in mensen vergissen. En kunstenaars zijn nou eenmaal een vreemd volkje. Ja, dat is waar. Ja. U bent geen kunstenaar, hè, meneer Habakuk? Nee, gelukkig niet. Nee, ik ben maar een gewoon eerzaam burger. Ja. Ja. Alleen die das. Die das, dit vind ik een mooi kunstwerk. Die das? Die das. Oh. Ja, je hebt me nu genoeg opgehouden, hè. Schiet op zwerven. Zeg. Terug die das. En ogenblikkelijk. Niks ervan.
Geen sprake van, die das gaat mee naar Bromsnor. Geef die das terug onmiddellijk of ik ga regelrecht naar de veldwachter. Dat is helemaal niet nodig. De veldwachter komt wel naar u toe. Waar heb je het over? Nou, kijk eens. Eigenlijk heel eenvoudig, meneer Habakuk. Gisteravond kwam ik hier bij mijn vriend vandaan. Het was nogal laat, hè. En toen passeerde mij een meneer. Een meneer met een pak onder zijn arm. Een meneer die ook wist dat het atelier van meneer Fridolinus niet was afgesloten. Ja. Hou op met die nonsens. Terug die das en ogenblikkelijk. Niks ervan. Die gaat naar Bromsnor voor bij de schilderijtjes. Wat moet ik je betalen als je me die das teruggeeft? Teruggeven? Voor geen 100.000 gulden. Nee. Loop niet weg. Wat wil je? Dit heb ik al gezegd. Naar Bromsnor. Als ik de veldwachter nou eens zeg dat meneer Fridolinus helemaal onschuldig is, dat ik dat zeker weet, dat een kennis van mij, nou ja, me een poets wilde bakken. U bent me wel een poetsenbakkertje, hoor. Maar wel een heel naar poetsenbakkertje. Doen we dat? Ik geloof dat meneer Fridolinus die schilderij erg mooi vond. Ik vind dat hij ze maar mag houden. Die vier gravures, nou, hem laten houden, hè? Nooit? Nou, dan niet. Dan gaat het allemaal weer. Nee. Goed. Hij mag ze houden. Alle vier. Uitstekend. En morgen gaan we naar de burgemeester. En als u er niet bent, komt deze das op te proppen. Als je me nou... Ga je daar nou van terug, Jaco? Sweep lijkt wel helemaal goede vrienden met Habakuk. Die man die zet je toch ook voor raadselen? Je had die man ook niet meteen gevangen mogen nemen, veldwachter. Maar meneer, de bewijzen waren er toch. En trouwens, ik wilde die man vasthouden totdat u edelachtbare terug was. Jij had eerst procesverbaal moeten opmaken, niets anders. Dan wordt de zaak later toch uitgezocht. Maar meneer, ik was veel te bang dat die man zou ontsnappen. Wat een onzin, veldwachter. Nou, meneer, dit is een heel complot, meneer. Ja, vanmorgen, meneer, toen vond ik in de cel de resten van een gebraden kippetje. Ah. Gebraden kip met complot. Of bedoel je misschien kompot, veldwachter? Nee, meneer, medeplichtigheid. En wat is dat voor een zogenaamde medeplichtigheid, veldwachter? Ja, meneer, dat kan ik u niet vertellen, want die meneer Fridolin die wil geen woord loslaten. En trouwens, hij blijft ontkennen dat hij maar iets met die diefstal te maken heeft. Maar dat is natuurlijk onzin, meneer. Want de bewijzen zijn aanwezig. Hey, meneer Rosemeyer, u hier. Dat is een hele schrik voor u geweest, hè? Dag, meneer de burgemeester. Ja, ik zei het zojuist al tegen die... tegen Swiepertje. De zaak is opgelost. Ja, dat heb ik gisteren al gedaan. Maar aardig dat u het edelachtbare kon vertellen. Dank u wel, hoor. Ja. Maar de oplossing is toch anders dan wij allebei gedacht hebben. Oh, ja? Meneer Fridolinus blijkt achteraf onschuldig. Ik heb u toch eergisteren al gezegd, meneer Fridolinus, verdenk er geen sprake van. Maar u bleef maar eigenwijs volhouden. Wel ja, nou breek me de klomp. Ik heb die gravelures nog bij hem gevonden. Ja. Een misverstand. Oh. Een grap van een vriend van me. Een misplaatste grap, dat moet ik toegeven. Hij wilde me op de kast jagen. Dat is dan wel gelukt, meneer Rosemeyer. Ik zag u hier nog binnen stuiven. Dus, veldwachter. Had die brave man dan ook met jij achter de tralies gezet? Laat hem onmiddellijk vrij een beetje verontschuldiging aan. Ja, meneer, ik... Dat zal leren voor de volgende keer. 1, 2, 3, mars! Zaartje, mijn heren, gaat u zitten. Dan kunnen we nog even verder praten. Zo. Ja. En anders vertel je me altijd alles? Ja, maar nou niet meer dan ik kwijt wil. En we moeten allemaal op bezoek bij meneer Fridolinus. Zo? En wie dan allemaal? Je Versaartje ook? Ja, en de burgemeester in Bromsnor. En Habakuk? Nee. Ik heb een verschrikkelijke pijn in zijn hoofd. Oh. Maar die vier graaf van Buren. Die graveurs bedoel je? Van me niet in de rijden als je het weet dan. Nou ja, goed, met die graveurs die bennen bij meneer Habakuk. Ja. Nou. Nee. Nee. Hé? Hm? Waar? Nee, die dingen die heb je een dinges gegeven. Een friet. Een friet alleen? Ja, voor die schrik.
Nou, zeg, nou, je kunt tegenwoordig ook niet meer op de mensen aan. Geen fluit meer. Nou, dat, wie had dat nou van meneer Habakkuk gedacht? Ja, ik ook niet. Ja. Nou, Sjalko, we moeten nou weer heel vriendelijk tegen meneer Habakkuk zijn, hoor. Ja, en zal ik je wat vertellen? Jij bent ook van de partij. Oh ja? Ik ook? Ja! Nou, dat zou me een klap geven. Waarom? Nou, zeg, en mag Sjalko soms ook mee? Ja, ik zei je even dat ieder die een klap geeft, is van harte welkom bij meneer Fridolinus. Ja. Ach ja, kunstenaars benen fijne mensen. Ik laat me niet in de maling nemen, hoor, er niemand. Zeg, vertel me nou eindelijk eens hoe je achter de waarheid bent gekomen. Ja, of wat is eigenlijk de waarheid? Dat gaat u geen fluit aan, dit is mijn geheim. Wat aardig van die meneer Habakkuk om mij die vier gravures cadeau te doen, hè. Wat kun je je toch in mensen vergissen? Jawel, dat heb je alleen maar gedaan om je een beetje de schrik te laten vergeten. Vergeten eindigt op eten. Ja. Maandagavond kom jij bij mij eten en nog veel meer. Wat graag. Hé, hey, wie kan dat nou zijn op dit uur? Ik doe wel even open, meneer Fridolinus. Oh, ja. Zeg, ik weet natuurlijk niet of mijn kip net zo lekker is als jouw kip, hè? Saarskip. Saarskip. Ja. Jongen, jongen, kijk eens even. Wat geweldig. Hé. Hey. Met excuses voor mijn man, Cornelia. Nou, daar wist ik helemaal niks van. En toch zijn jouw excuses in dank aanvaard. Ja? Ja, kindertjes, uit is de pret. Ik ga er weer vandoor. Vanavond allemaal zoek naar bed. En nu tot weerziens hoor. Dag Sientje. Dag kindertjes. Dag Sientje. Dag kindertjes. Tot weerziens hoor. Als Bromsler zijn uniform, waar hij zo trots op is, uittrekt, nou, dan moet er wel veel gebeuren. In dit geval deed hij het om een oprichter te vangen, wat er hem overigens niet gelukte. En natuurlijk moest ik hem weer uit de nest halen en verhinderen dat hij de verkeerde man gevangen nam. Maar dat heb ik me niet tegen de burgemeester gezegd. Ik gun de Brom de eer. Kijk, het begon allemaal op een gure voorjaarsdag. Ik had net een karweitje opgeknapt bij de molenaar en zat op mijn klapstoeltje met uit te rusten, toen die dame verscheen en me de weg vroeg naar de vergulde kip. Ik wees haar dat ze een dwars door het dorp moest lopen. En toen ze weg was, toen bedacht ik me opeens dat Driekes, je weet wel, de waard, met griep te bed lag en zijn vrouw alleen voor de hele zaak stond. Nou, ik dacht, misschien valt er van mij wel wat te verdienen. Dus, op naar de vergulde kip. Weer, meneer. Ontstoken keel, hè? Griepje. Moet voorlopig binnen blijven. Ja, dat wel. Let wel, Saartje. Ik zei voorlopig. Maar de burgemeester is een lastige patiënt, dus houd een oogje in het zeil, hè? Ja, dokter. Komt in orde, dokter. Dank u wel, dokter.
Oeh. Sst. Dat is uit. Ah, Saartje. Onze brave huisdokter. Lijkt onze vriend Broms nog wel. Kom maar daar een paar dagen huisarrest op leggen. Maar u moet wel doen wat hij gezegd heeft, meneer. Het is voor uw eigen bestwil. Aha. Bijt de wind uit die hoek. Ja. Ja, ik hoorde jullie in de gang wel met elkaar fluisteren. Heeft hij jou ook al gedresseerd? Vergeet het, Saartje. Een mens is zo ziek als hij zich voelt en ik voel me helemaal niet ziek. Alleen een beetje landerig, dat is alles. En ik laat me niet hier zomaar opsluiten. Ja, maar u wilt toch niet zeggen dat... Dat ik eerst een kopje thee drink, die verwenst dikke Duffelse winterjas aantrekken en het gemeentehuis gaan. Ja, dat wou ik zeggen, ja. In de regen, meneer. Goed, meneer. Mooi. Jij vindt het dus ook goed. Uitstekend, meneer. Dan ga ik ook mijn winterjas aantrekken. Jij? Waar moet jij dan naartoe, Saartje? Oh, niks bijzonders, meneer. Ik ga mijn koffer pakken, het dorp uit en ik kom hier nooit meer terug. Koffer pakken? Nooit meer terugkomen? Saartje, ik maak me bezorgd over jou. En ik maak me bezorgd over u, meneer. Keel ontstoken en griep. Ja, griep, ja. Ja, maar daarom hoeft u ook nog niet onder de wol. Daarom mag u in de kamer blijven zitten. Goed, Saartje. Ik blijf thuis. Nu tevreden? Nou bent u een lieve burgemeester. En nou ga ik gauw het dorp in. Om nooit meer terug te komen? Nee, om heel gauw terug te komen. Ah. Ik ga even naar de bakken, naar de kruidenier. Ik ga u eens lekker verwennen. Maar niet te veel, Saartje. Anders ga ik nooit meer naar het gemeentehuis. Dat zal gezellig zijn, meneer. Eén Saartje. Sterker dan 10 burgemeesters. Neem me niet kwalijk, meneer Piet. Ja, je verzaartje, neem me niet kwalijk, maar ik was bijna tegen u opgeborsteld. Nou, ik kan wel tegen een stootje, hoor. Ja, ik zal het even goed maken. Ik heb net koffiewater opgezet. Oh, nee. Heb je zin in een bakkie? Nee, doe geen moeite. De burgemeester is een beetje griepig. Ik wil gauw naar huis. Oh, nou, dat heerst erg, hè. Ja. Ja, ik kan zo wel 15 mensen opnoemen die in de griep zitten. Oh, ja, ja, Sjaco en Driekes Drommel van de herberg. Ja, en Stien die zit er erg mee. Want je hebt nou Sweep gevraagd om even te komen helpen in de herberg. Ja, 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 zolang bed is... Ik begrijp het, ja. Ja, hè? Ja, 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 natuurlijk. Ja, meneer, ja, maar ze hebben het erg druk, want er zijn veel mensen... die de groeten met beste Sjaco. Ja, ja. Ja, veel wetenschappelijks met de burgemeester ook. Ah, Velvechter. Dag, van Dijk. Zeg, Velvechter. Hé, Velvechter. Krijgen we nou. Zeg, wat verbel jij? Ik ben je hondje niet. Jij hebt me niet aan te fluiten, begrijp je dat? Maar je komt toch maar netjes, je bent een brave Brom. Hoor, wat betekent die onzin, man? Nou, ach, niet dat ik wat tegen je heb, Veldwachter, maar kom eens even mee. Kom eens even mee. Kijk, ik heb een inboedel opgekocht. En daar heb ik wat in ontdekt. Kijk eens even, hier, pak aan. Oh, ik lees die flauwekul niet. Wat moet ik met die domme romannetjes? Ja, dat zijn geen domme romannetjes, dat is vakkenliteratuur. Vakkenliteratuur? Jazeker, dat is van de grootste speurenneus van de hele wereld, Sherlock Holmes. Sherlock Holmes? Ja. Ja, daar heb ik wel eens van gehoord. Maar ja, wat moet ik daarmee? Ja, lezen natuurlijk. Lezen? Ja. Kost dat? Nou, voor jou een kwartje. Een kwartje? Niet goed geld terug. Hier zo. Ah, alsjeblieft. Dankjewel. Ik verdien heel wat aan je. De groeten, tot ziens. De groeten. Het schijnt een beetje beledigd te zijn. Ja. Weet je wat? Vanavond gauw uitlezen, morgen terugbrengen, kwartje weer omkrijgen. Dat is het. Kijk er aan, heren. Koffie. Zet maar neer, jongen. 1, 2. Mooi zo, en op mijn rekening, hè? Uitzeggen, meneer. Ja, 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 zonder. Je trakteert maar en je trakteert maar. Zet me op de lat, Swiebertje. Tja, meneer Stijgerman, is daar nog een heleboel van u, hoor. Oh, laat me rustig staan, heb ik nou niet nodig. Hup, zeg hij. Zo. Morgen, Iwis Meijers. Goeienacht, Ruusgaard. Koffie of thee? Thee. En niet te sterk, hè? Nee, nee, we zullen er een lekker zwak theetje van maken, hè? Ik zal de kraan een beetje bij erop zetten. Kom voor elkaar, hoor, in rouw.
kamer. Dame, permetteert u dat wij ons even voorstellen? Dit is Peer Mulder, veehandelaar van beroep. En dit is de heer Spruit in landbouwzaden. En dan blijf ik natuurlijk zelf nog over Sander Stegeman in verzekeringen. Ada Spanjers. Ik kom hier een paar dagen uitgerust. Ja. Wij logeren hier ook in het hotel. We zijn in die tijd dikke vrienden geworden, nietwaar? We zijn bijzonder blij dat we een jonge bloem zo... Mevrouw, kaas, worst, vork in de bij, boter, jam en verse knetten. Help. Ze huppelen een beetje. Mag ik niet inderen. Zo, voor elkaar. Alles nog iets? Ja, ik zie hier geen servet. Wat ziet u niet? Geen servet. Hé, geen servet. Hé, dat is eigenaardig. Geen servet. Wacht. Ik heb nog een schone zakdoek. Hou die flauwe grapjes alsjeblieft voor je. Dat ben ik niet gewend. Ja, pardon, dat is me niet kwalijk. Ik heb iets naar uw heet watertijdje. Het water kookt al. Ach, Zwiebertje. Ja? Alsjeblieft even naar je vriend Van Dijk gaan. Want de gootsteen in de keuken is verstopt. Van een Pietje? Ja. Kun je toch even bellen? Hij neemt niet op. Oh, je zegt, dat kennen wij. Ja, weet je wat, schuif maar een briefje onder zijn deur. Briefje en zeg onder. Dat hij zo gauw mogelijk komt, hè. En neem de fiets van mijn man, maar dan ben je weer gauw terug. Ja, maar die zit er te wachten op de thee. Zorg ik wel voor. Ga nou maar gauw, ja, hè. We zijn terug, hè. En nu? Hey, kijk nou eens. Hey. Je bent toch thuis? Ja. Hey, vriend, dat wordt je trouwens, vriend. Ja. Ben je huisje uitgezet? Mijn huisje uitgezet? Dan kom je daar naar mij. Ik kom al een regel van Stien vandaan. Om te vragen waarom jij de telefoon niet opneemt. Ga nou gauw. Ga nou gauw, ik ben er net. Als ik nou weer weg wil gaan, goed. Maar ik kwam alleen maar even vragen waarom je de telefoon niet opneemt als er geklingeld wordt. Nou, klingelen? Dat jij hebt helemaal niks geklongeld. Het is helemaal niks geklongeld. Nee, dat kan ook niet. Als de haak ernaast ligt. Wat zeg je nou? De honkt hij dan niet? Nee, de haak. Ja, hij honkt wel, maar niet op de haak. Ja, nou ja, goed. Dan honkt hij maar weer wel. Uitstekend, erg goed. Zeg, en je verstien, wat had hij allemaal? Ze had wat tegen je. Maar tegen mij? Wat heb ik misdaan? Je hebt juist niks gedaan, maar de gootsteen in de keuken is verstopt. Dan vraagt ze of jij die graag even zou willen doorpulken. Maar meteen? Nee, verleden week, nou goed. Oh, ja. Zeg, jacht me toch niet in de paniek, hè? Helemaal niet, maar anders loopt de herberg onder water. Ja, zeg zo wel, ja. Ja. En jij dacht dat ik dat geloofde. Je komt? Ja. Je dacht zeker dat ik... Ja, zeg maar dat ik kom. Maar ik moet eerst dat tafeltje uitwrijven en mijn spullen nog bij elkaar zoeken. Reken maar op een kwartiertje. Uitstekende kwartier natuurlijk hoor. Dan staat het water pas tot aan onze knieën. Of misschien een halve meter hoger, wie weet. Ja, weet je wat jij bent? Een sensatieschopper. Ja, weet je wat jij moet doen? Je duikerspakje meenemen. Tot zo. Over een kwartier zijn? Dan heb ik net even tijd om naar Saar te gaan. Juist, meneer. En daarover heeft u een schrijven ontvangen. Nee. Vlak voor je komst kreeg ik een telefoontje van de politie. Juist, meneer, een man dus. Hmm. Juist. En waarvoor wordt zijn opsporing verzocht, meneer? Verduistering van een cheque-boekje en een handtekeningvervalsing. Hij heeft blijkbaar in het dorp in de buurt al geld opgenomen. Juist. En wat wilt u dat ik doe, meneer? Het schijnt dat het heerschap in een of ander hotelletje hier in de omtrek al onderdak heeft gezocht. Het zou natuurlijk wel heel toevallig wezen als hij ons dorp daarvoor had uitgekozen. Ja, je weet nooit, veldwachter. Ja, maar het is wel zoeken naar een naald in de hooiberg, meneer. Ja. Hebben ze misschien een persoonsbeschrijving van hem gegeven? Nou, nee. Ja, wacht eens even. Het lijkt op een echte heer. Bolhoed. Bolhoed. Snorretje. Snorretje. Brilletje. Brilletje. Een jaar of 30. 30 jaar. Ja, dat is alles wat ik weet. Nou, dat is niet veel, meneer. Is dat alles? Ja. Hebben ze geen lengte of zo doorgegeven? Nee. Even naar de haard kijken, meneer. Goed, Saartje. Oh ja, ik heb onze bankhouder hier al gewaarschuwd. Als jij nou eens wat rondneust in de herberg de Vergulde Kip... Nee. Waarschuw alle mensen daar voor gasten die niet contant betalen. Maar vooral niet overhaast handelen, niet te gauw met je conclusies. In twijfelgevallen eerst overleg met mij, plegenveldwachter. Tot die hors, edelachtbare. Oh ja, meneer. Ja? Wat ik u zeggen wil, Zwiebertje die is op het ogenblik hulpkelner in de herberg, want de herberg hier zelf is ziek. Ja? En dan moet hij je Christine helpen. Ja. Maar Zwiebertje zit in de keuken, meneer. Zeg, zal ik hem even roepen? Misschien verstandig als je hem ook nog even inlegt. Hè? Ja, meneer. Ik ga al, meneer. Goed. Nou... De haard gaat niet meer uit, meneer. En ik zal wel nog wel even hout halen uit de schuur. Goed, Saartje, bedankt. Ja, dat is wel zo, maar moet je goed luisteren, Zwiep. En dan zit... Oh, je Saartje. Ja, ik heb even een onderontje met Zwiebertje. Oh, ik moet dan even hout uit de schuur halen. Ja. Nou, laat maar. Doe ik maar voor je. Ga jij maar vast in de keuken. Dankjewel, Zwiebert. Goed gedaan. Saartje. Zeg, Zwiep, denk erom. Het is diep geheim, hoor. Ja, luister even. Jij ligt je verstien in.
Ja, natuurlijk, want dat is mijn werk. Alleen, ik sta er net aan te denken, hè? Als je met het indrukwekkende uniform de vergulde kip binnenkomt, dan is een oprichter meteen gewaarschuwd. Ja. Tenminste, hè? Als die daar losseert. Nou, stel je voor dat men komt, die kerel de benen laat nemen. Weg is weg. Jawel, jawel, maar als jij die man nou te pakken krijgt, dan word je beroemd. Dat was zich, hè? Beroemder dan je nou al bent. Ja, dan zeg je zo wat, zeg. Oh. Misschien kom ik dan wel weer in de grote stadskranten. Wat zal Cornelia dan trots op me zijn? Ik heb geen tijd meer. Ik moet nodig weg. Ik moet een hout halen voor Saar ook. Ik zie je er wel. Tot kijk. Ja, hè? Wat? Oh ja, tot kijk. Toch een kwaaie kerel, die Siewertje. Af en toe, dan zegt hij nog wel eens een verstandig woord ook. Vermommen. Juist. Waar was jij zo lang? Een beetje zenuwen. Ja. Wat probeer je me eigenlijk te vertellen, hè? Nee, niks bijzonders. De veldwachter was... Oh, dus je hebt weer wat uitgevoerd, hè? Nee, dat is het niet, Steen. Maar er is iets, maar wat er is, dat mag ik niet vertellen. Dat komt de veldwachter jezelf wel vertellen. Kijk, je moet het zo zien, het is een geheim, begrijp je wel? En dat komt de bron zelf. Je houdt me toch niet voor de gekken, want er zit er wat voor je op, hoor. Nee, echt niet, Steen. Maar ik mag het je niet vertellen. Nou, ik ben benieuwd. Jij ook. En nu aan je werk. Ja, en we werken. Ga je voor Steen? U hoort het, muziek, hè? Ja. Hij voor elkaar, hij doet het weer. Ja, maar ik dacht het wel. Het was een verstoppen onder de grond. Huh? Maar nou is het weer piekenfijn voor elkaar, hoor. Ja. Mooi zo. Hoeveel ben ik je schuldig? Nou, dat schrijf ik maar op, want er staat trouwens toch nog wat. Oh. En ik heb haast. Ja. Zo, je Steen, het beste met je man, hoor. Ja, dankjewel, Steen. Nou, die stoel maar staan. Hey. Zeg je mij niet gedaan? Oh ja, dat vriend. Het beste. Pensioen, hoor. Nou, erg vriendelijk zijn jullie allemaal niet tegen me. Ja, je bent een zielige stumper. Ja, ja. Ga je dan? Hier, Mits! Nou, waar zit jij nou al die tijd, man? Ja, op karwei natuurlijk. Wat dacht je anders? Mag dat tegenwoordig niet meer? Natuurlijk wel. Ja, laat wel of je wat tegen me hebt. Elke Kom keer. Dag, gezeur. En nou als heel klein zwak mannetje wil ik nou eens wat zeggen tegen jouw grote sterke kerel. Waarom snauw je toch altijd zo tegen me? Snauwen? Ja. Ja, maar Van Dijk, ik wou je helemaal niet afsnauwen, jongen. Maar ik had je zo nodig en je kwam er niet Oh, en toen deed je het in je broek. Nou, zeg, zonder je plaatselijke gezag aan te willen testen, vertel eens even, wat heb je op je hart? Nou, dat boekje wat ik gisteren bij jou gekocht heb, hè? Oh, niet goed geld terug, heb ik gezegd. Nee, dat bedoel ik helemaal niet, Van Dijk. Ik wil dat boekje heel graag houden. Oh. Maar kijk, het zit zo, hè. Mijn edelachtbare, hè, die heeft me een zeer buitengewoon moeilijke en buitengewoon ingewikkelde opdracht gegeven, ja, zie je? Ja, dat zou, maar wat is dat dan? Nee, dat kan ik je helemaal niet vertellen, want het is dienstgeheim. Oh. Maar kijk, als nou een eventuele, verstaat me goed, een eventuele verdachte me zo zou zien, dan... Dan zou hij eventueel kunnen ontdekken dat jij de veldwachter was. Ja, maar jij hebt hersentjes in je kop, zeg. Nou, Van Dijk... Jij brengt het nog wel eens naar iets, hoor. Ja, het is wel goed. Hè. Nou, verder. Hé? Nou, kijk, dat boekje, hè, Van Dijk. Huh? Dat heeft me tot nadenken gebracht, jongen. Zo, dat is heel wat. Ja, yeah. Ik ga me vermommen. Wat zeg je? Vermommelen? Ja. Als wat dan wel? Nou, heel onopvallend. Als een gewoon mens. Oh, ja, dat is bijzonder. Ja, en toen dacht ik, nou moet Van Dijk me bij helpen. Van Dijk heeft spullen in zijn winkel. Misschien heb je wel een baard. Ja, en een mijter en een staf.
Ik ben ernstig, Van Dijk. Nou ja, goed, ik heb wel wat voor je baarden te kusten te keuren. Ja? Allerlei lengten en soorten. Ja? Ik heb ze nou in het grijs, in het rood, in het zwart, in het... Hey, stop. Een zwarte baard. Oh. Een zwarte baard, die zou me goed staan, zeg. Ja, dat denk ik ook wel. Ja, en dan moet je een pruik opzetten. Ja. Ja, ik heb misschien nog wel een hoofdbedenksel voor je. Zeg, Van Dijk, en een paar valse wenksbrauwen. Nou goed, we zullen kijken wat we eraan doen kunnen. Ja. Zeg, en dan heb ik misschien ook nog zo'n gezellige hommeles petje voor je. Oh. En weet je wat je daar moet trekken? Zo'n kniebroek. Heb ik allemaal, hoor. Ja. Je moet eruit zien als een wereldreiziger, begrijp je? Ja. Misschien heb ik nog wel een verrekijker voor je. Of een organiseertrommel. Dat is een goed idee, zeg. Ja. Een wereldreiziger. Ja, Van Dijk. Ja, dat doen we. He? Ik zal het eventjes voor elkaar zoeken allemaal. Ja. In het kamertje, want daar wordt het verkleed. Ja. He? Jij bent mijn man, hoor. Van Dijk, jij bent mijn man. Ja. In het kamertje, zei je. Ja. Kom op, dan gaan we aan het werk. Van Dijk. Ga maar, hoor. Heel onopvallend. Ja, met die vergulde kip. Meneer de burgemeester. Niet zo luid spreken. Ik? Oh, er zit niemand in de gelagkamer, meneer. Me inlichten? Is er iets gebeurd? Oh, maar de gasten die ik hier heb komen daar niet voor in aanmerking, meneer. Wat? Wat? Ik versta u niet. Het gastenboek. Ja, het ligt hier op de tapkast. Zorgvuldig bijgehouden. U wilt het inzien. U kunt het huis niet uit. U mag het huis niet uit. Weet u wat, meneer? Ik stuur Zwiebertje er wel even mee. Ja, goed. Dag, meneer de burgemeester. Zwiebertje, Zwiebertje. Ja? De burgemeester belde net. Ja? Hij wil het gastenboek inzien. Daar ligt het. Spring op de fiets en ga naar het... En zeg het. Ik vlieg al. Ja, maar het is veel te koud. Doe in ieder geval een das om. Milders veehandelaar van beroep, stegenman in allerhande verzekeringen, je Spanjaards secretaresse en... Hé, hey, die naam kan ik niet lezen. Nee, oom, dat is een spruithandelaar. Wat? Nee, ik bedoel, neem niet kwalijk, meneer, maar dat is meneer Spruit, oh, een handelaar. Ja, nu zie ik het weer. Ja, handelaar in landbouwzaden. Ziet er zo op het eerste gezegd nergens vannacht uit. Zal ook wel niet het geval wezen. Oh ja, Zwieber, ik heb je voor Dommel ook al een weinig ingericht. Ja, meneer. Vooral geen onrust wekken, dat zou helemaal verkeerd wezen. Alleen als het niet contant betaald wordt, dan moeten we uitkijken. Oh. Heb ik er ook verteld. De rest laten we maar onze veldwachter ook. En gebruik ook jij je ogen, hè? Nou, reken maar, meneer. Stuk voor stuk. Wat? Meneer, wat is er gebeurd? Er komt een gekke kerel de keuken binnen. Die knijpt in mijn kin en zegt, dag je verzaartje. Wat? Wacht, meneer, ik ga er op. Kom, Zwiebel. Ik ga wel, meneer. Jawel, ik ga wat. Meneer, wat zoekt u hier? Meneer, laat u maar. Hou je naar buiten, smeer. Kom, eigen zaakjes alleen maar af. Voorzichtig, meneer, voorzichtig. En u? Wat hebt u hier te zoeken? Neem me toch alsjeblieft niet kwalijk, meneer. Ik wilde er alleen maar een proef op de som nemen. Ik ben uw veldwachtertje, meneer. Jij, veldwachter, beromsnor. Man, wat maar keertje. Wat is dat voor aanstellerij? Een verkleedpartijtje en mijn zaadje de schrik op de lijf jagen. Ja, maar dat was de bedoeling niet, meneer. Ik wilde alleen maar een proef nemen. Moest je me daarom in mijn kin knijpen, griezel? Meneer, ik geloof dat ik het begin te begrijpen. Nou, ik niet. Waar dient die malligheid voor? Nou... Ziet u, meneer? Ja.
Ja, en Zwiebietje zei gisteren, als ik in mijn uniform in de herberg kom, nou, ja, maar... dan... Ja, meneer, ik zei tegen hem, als hij in zijn uniform de herberg binnenkomt, dan denkt zijn oplichter meteen dat je oppassen gaat blazen. En daarom... Ja, toen hebben we gisteren een boek van Sherlock Holmes gekocht, meneer. Sherlock Holmes, ja, meneer. En ja, meneer. Toen? Nou, daar heb ik in gelezen dat het een hele beroemde speurder was. En als hij een zaak aan het onderzoeken was, dan ging hij zijn eigen altijd vermommen, meneer. Nou, ik naar Piet van Dijk en die heeft me geholpen. Ja. Nou, en dan kwam ik alleen maar kijken of de vermomming goed was. Ja, 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 ik begrijp het. Ja, 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 maar dat is goed, hè? Maar voortaan geen zaakjes aan andere dames in hun kind knijpen. Begrepen, veldwachter? Ja, meneer, maar dat was maar een grapje, meneer. Oh, nou, wel een erg leuk grapje, Narling. Nou, nog gaan. Hm? Veldwachter, ik moet jou nog even spreken. Oh, maar ja, meneer. Moet eens kijken. Ja, ik heb hier het boek. Het, je moet eens kijken. Ja. Zo. Dat was een lekker puddinkje. Gegeten. Zo, Mirko, geen smaak, heren. Voortreffelijk, Albert. Zegt hij die biefstuk om op je tong te smelten. Ja, doe de compliment aan de bazin. Hartelijk dank, meneer, zal ik zeker doen. Kan ik de heren nog ergens mee verwinnen? Ja, breng ons nog maar een kop koffie. Ja, een kop koffie. Koffie, koffie. Zien? Wat jullie dat koffie drinken nog een wandelingetje maken? Ach, nee, geen wandelingetje. Het regent buiten. Zeg, het is nou net lekker weer voor een ouderwet spelletje. Ik heb er van alle dingen zien liggen. Ik zal eens even kijken. Damme, nee. Halma, nee. Ganzenbroek. Oh, neem me niet kwalijk. Mens, erg je niet. Dat gaan we doen. Ja, zeg, dat heb ik in geen jaren gespeeld. Nou ja, ik vind alles goed als ik hem niet beloop. Ja, doe je dat met z'n tweeën? Huh? Dan neem ik een tukkie. Nee, helemaal niet, laat je vlerk. Je doet mee, vooruit. Zeg jongens, het is natuurlijk nog veel leuker als we met z'n vieren doen. Ja, beter. Ja. Zal ik die dame vragen of ze meedoet? Ja. Zit jij maar. Zo, is Mark? Zeg, jij doet mee. Nou, meneer, dat gaat niet hoor. Ik moet hier bedienen. Ja, natuurlijk wel. Dan kom je iedere keer even langs. Doet je gooitje en je zetje. Mijn gooitje en mijn zetje? Ja. Waar zou je? Mijn gooitje en mijn zetje. Mijn gooitje en mijn zetje. Hij doet mee. Zeg, die dame die vond het een zedeloos voorstel, geloof ik. Koffie, koffie toe? Ja, als je tenminste geen koffie op het schoteltje. Geen koffie op het schoteltje. Voor elkaar. In het koppie dan. Oh, dan weer. Jij bent aan de beurt. Hij zegt mee. Geel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hup, ze gaan. Hop, maar nog een keer. 1, 2, 3. Hey, kom in Spanjersberg. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Spijt me, heren. Jij bent aan de beurt. Ik kan niet toestaan dat onze kamer meewerkt. Gaan we dit zo? Ik loop in een ongeluk, maar ik mag niet spelen. Spijt me, mevrouw. Het zal niet meer gebeuren, ik begrijp het. Ja, dat doen we met z'n kelen eraf. Kijk. Zo. Hoi. Kijk, hartelijk dank. Zes. Ja. Sherry Holmes, ik hoop niet dat ik u derailleer. Oh, nee, helemaal niet. Oh, staat u mij toe dat ik even... Ja, natuurlijk. Dank u. Mag ik me even ontlasten? Komt u hier ook logeren? Nee. Ik kom hier alleen maar even iets gebruiken. Ja, ik wou weten graag, mevrouw... Spanjers? Adem. Juist. Ja, ik zag heel direct dat u een dame was. Ja! Ik heb je... De droes! Zijn dat gasten of zijn dat bezoekers? Gasten. Gasten. Ja. Alleen een beetje opdringerig en luidruchtig. Hè? Ja. U hebt veel belangstelling voor mensen. Bent u ook in de handel? Nou, dat is te zeggen nee hoor, nee. Mag ik eens raden? Natuurlijk, gaat uw gang. In elk geval een mensen kennen. Nou, dat fluit u me wel, maar ja, dat brengt mijn beroep wel mee. Oh ja, uw beroep.
vast een indrukwekkend beroep als ik zo naar u kijk. Nou, u vlijt wel weer, hè, dametje. Maar ja, u wordt al een beetje warm. Een indrukwekkend beroep. In de politiek soms? Nou, ik zou het u wel graag vertellen, maar... Kijk, mijn beroep brengt nou juist mee dat ik het geheim moet houden. Oh, wat vreselijk interessant. Ja. U bent dus niet zomaar een man, nee, maar een heel bijzondere. Ja, zo zou je het wel kunnen zeggen. Ach, ik ben maar een eenvoudige secretaresse. Oh ja? Ik heb wat geld gespaard. Zo. En omdat ik wat overwerkt ben, zoek ik in deze mooie omgeving wat rust. Heel verstandig, hoor. Wat is hier, meneer? Breng maar een kopje koffie, jongeman. Ach, een kopje koffie, meneer. Ja, ja. Ah, wat schattig, ja. Kopje koffie. Ja. Waar? Ja. O ja. Wat ik zeggen wil, zou ik u ook iets mogen aanbieden? Cake of gebak of zo? Dat is heel lief van u, maar ik heb juist gegeten, dank u. Oh, juist. Vindt u het wel goed dat ik mezelf ook trakteer? Oh ja, natuurlijk. Ja? Goed, dan ga ik even. Zeg, breng jij mij eens 3 gevulde koeken? Hij de geldbeest? Nee, helemaal niet. Op rekening van de gemeente. De burgemeester vindt het goed. Alsjeblieft. Steen, kijk aan. Nou weet je tenminste waar onze belastingcent heen gaat. Ja, dan moet jij nodig vertellen, armoedzijde. Zij hier, jij betaalt helemaal nooit geen belasting. Nou, om misbruik te voorkomen. Dat zie je maar weer een jaar met je 3 gevulde koeken. Hé? Nou ja, sst. Denk nou om op positie, alsjeblieft. Oh. U hebt me zo ontzettend nieuwsgierig gemaakt. Ja? Ja, nou, alleen maar een paar gevulde koeken, hè? Zo, meneer, wat willen u het hebben? Oh, zit meneer. In de koeken? Daar? Ja. Ah, zeker. Neem er een, zijn lekker vers. Nee, ik bedoel dat beroep van u. Nou, dat zou ik je graag willen vertellen. Trouwens, ik zou je ook wel heel graag in vertrouwen willen nemen. U zou me kunnen helpen. Ik? Ja. U helpen? Ja, ja. Kijk, ik zit achter een oplichter aan, hè. Een vervalsers van check. Ja, en het is best mogelijk dat die hier in ons dorp al neergestreken is. U bent dus... Juist, politie. Of liever gezegd, rechercheur. En ik mag u daarbij helpen? Ja, dat wil zeggen, als u het gevaar niet vreest. En wat wilt u dat ik doe? Nou, uw ogen en uw oren goed open houden. Kijk, naar iemand die met geld smijt. En die niet met geld, maar met een check betaalt. Meneer Romand? Ja? Ik weet hier al iemand die erg royaal doet. Wie dan? Wie? Nee. Eerst wat meer zekerheid hebben. Anders zou ik misschien een onschuldige bij u verdacht maken. Ja, dat is heel wijs. U bent een hele wijze dame. Trouwens, mijn principe is ook heel voorzichtig te zijn, hoor. Ik zou niet willen dat u enige risico nam of gevaar liep. Nee. Dat zou ik gewoon niet kunnen verdragen. Als je het wist, je herkent hem haast niet. Nee, je herkent hem alleen in het einde van die gevulde koeken. En die zwarte baard. En die pruik. Doet hij anders vertrouwelijk, hè, met die van Spanjers. Jammer. Erg jammer. Wat jammer. Dat Cornelia niet even in mijn hoekje gekomen kijken. Ach, weg. Misschien is zij ook wel van de politie. Shit, daar heb ik helemaal niet aan gedacht. Nou, dat kan niet zo zuren, juffrouw. Nou, hoor eens. Ik zou het anders nou niet zeggen. Een vrouwelijke agent samen met Brom. Dat zou wat weten voor het dorp. Zeg, ik ga weer weg, hoor. Afrekenen? Nee, stuur een rekening maar naar het gemeentehuis. Ik zal morgen een kist nieuwe gevulde koeken voor je bestellen. Hé, ik heet alleen maar omdat het mijn plicht is, hoor. Ja. Trouwens, ik moet er nog iets gebruiken. Natuurlijk, Veldwacht. Meneer. Hommel, Sherry, hommel, alsjeblieft. Och. Dag, meneer Hommel. Dag, Sherry. Mens, erg je niet. Ik wil niet beginnen. Is het dan niet wat onvoorzichtig, Veldwachter, om zomaar een of andere juffrouw in vertrouwen te nemen? Ja, maar het is geen een of andere juffrouw, meneer. Het is een zeer schrandere en een hulpvaardige dame, meneer. Een dame met ogen in haar hoofd. Zeker erg mooie ogen, Veldwachter. Oh, nou, u zegt, meneer... Meneer, u weet toch dat ik daar helemaal niet naar kijk? Ik bedoel, goede ogen en goede oren heeft ze, meneer. Ja, ze heeft al een van die knapen, houdt ze in de gaten, meneer. Ze heeft trouwens al een vermoeden, hoor. Ja, dan pas maar op. Ik heb een hekel aan alleen maar vermoedens, dat ja, weet je. Ja, ik ook, hoor, meneer, dat weet u. Wij willen alleen maar bewijzen. Ja, als die juffrouw de mond dan maar niet voorbij praat. Ik zeg u nogmaals, meneer, vertrouwelijk is ze alleen maar tegen mij. Zo. Juist, meneer. Ja, wat ik je voor heb laten roepen. Ja, meneer. Kijk eens, deze foto van die check met die vervalste handtekening. Oh, geef hem aan juffrouw Steen.
Als ze nou met de cheque wordt uitbetaald, kan ze die meteen vergelijken met deze foto. Maar dan moet ze vooral niets laten merken, maar meteen jou waarschuwen of mij. Begrepen, Veldwachter? Tot uw orders, edelachtbare. Nou, succes, Veldwachter. Dank u wel, maar de kans dat de gezochte man nog in ons dorp verblijft is wel heel gering, hè? Maar wees voorzichtig met je vermoedens. Ja, meneer, natuurlijk. We moeten eerst zekerheid hebben, meneer. Goed. Meneer, ik bedoel... Dag, meneer. Later. En nogmaals succes, Veldwachter. Dank u, meneer. Kruidenthee, meneer. Oh. En wilt u ze alsjeblieft zo heet mogelijk opdrinken? Oh, geef mij maar liever kruidenbitter. O, Saartje, wat doe je me aan? U bent hard bij me. Maar ik heb een rozijnentulband in de oven staan. Daar zal ik u straks een heerlijk stukje van brengen. Nou, dan heb ik nu wel een heel groot stuk verdiend. Al was het alleen maar om die smaak weg te krijgen. Oh. Meneer. Dat was een gezellige wandeling. Ja. Ja, dat hey, zeg. Hey. Jij kan me misschien helpen. Jij kent toch die... Zo heet hij, dat tweedehands mannetje, die Van Dijk hier. Oh ja, dat is een hele goede vriend van me. Oh, kijk eens aan, dat komt mooi uit. Zeg, we hebben net een wandeling gemaakt en toen zijn we daar langs gekomen en zagen we in de etalage zo'n mooie antieke... Klok. Nee, niet klok. Oh, een bloempot. Nee, met een stoel. Een briefopener. Een antieke briefopener, kostte maar 3,50. Maar ja, hij was dicht. En dan dacht ik, als het jouw vriend is, misschien kan jij wel eventjes na sluitingstijd... Oh, wil ik best doen, meneer. Ik zal even juffrouw Christine toestemming vragen. Kijk eens hier, jongen. Hier heb jij 2 riksdaalders en de rest mag je houden. Jongen, jongen. Nou, dit is niet mis. Hartelijk dank. Ik ga meteen even toestemming vragen, meneer. Goed zo. Aardig en maar een beetje merkwaardige kerel. Maar hij heeft ons goed bediend. Zeg, ik ga eventjes mijn koffer pakken. Meneer, het mag. Ik ga meteen even. Prima. Dus u reist morgen af? Ja, ja, dat hadden we toch afgesproken. Ik betaal morgenochtend wel even. Oh ja, juffrouw Stien, ik ga morgen ook weer terug naar huis. Wilt u mij de rekening geven, dan betaal ik alvast. Nou, het kan morgen ook wel, hoor. Nee, nee, maar liever meteen, dan ben ik er vanaf. Zoals u wilt. Zo, zal ik hem dan maar eventjes inpakken? Hey, geef maar zo mee. Oh. Het is toch al zo laat. Ik ga meteen weg. Ah, zeg, Sweep, moet je eens horen dat zaakje waar Brom achterheen zit. Wat is dat voor een zaakje? Kun je je mond houden? Ja, zeker. Ik zou mijn mond wel willen houden. Ja, ik ook. En u? Ah, grappen maken. Vrouwen grappen maken. Nou ja, Sweep, daar is alles mee gezegd. Dus dat ding ziet er zo uit. Ja, en als iemand nou met een cheque betaalt, hè, dan gaat u dit handschrift in het gastenboek vergelijken. Begrepen? Ja, maar stel voor het gebeurt. Nou, dan ogenblikkelijk mij of de edelachtbare waarschuwing, niet waar? Heb je dat goed begrepen? Ja, ja. Nou, dan is het goed. Dan kan ik nou mijn honden wel weer gaan doen. Zeg, weer een glas bier? Nou, je weet dat ik in diensttijd niet drink. Nee, tuurlijk. Kop koffie dan. Hè? Ja, ik zie het aan je gezicht. Met gevulde koek, want daar hou je toch zo van? Nou, als ik het niet affronteer. Nee, zoek maar vast een tafeltje uit. Ja. Ik moet nog even de rekening uitschrijven voor juffrouw Spanders, want die vertrekt morgenochtend vroeg. Ach, ja. Ik ben zo bij je. Oh, Spanders. Wat hoor ik nou, juffrouw Spanjer? Gaat u ons verlaten? Ja, meneer Rommel. Mijn vakantie is om. Ja, super. Morgen krijg ik mijn vrijheid weer terug. Nou, ja, ik ben zeer tevreden. Trouwt de dokter ook. Ja. Alleen nog wat in acht nemen. Ja, 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 ja. En mijn goed dossaartje laten vertroetelen. Die tulband, dat was het beste geneesmiddel dat ik mocht innemen. Oh. Dat moet Sweeper ook nog proeven. Ja. Had ik helemaal vergeten. Nou, ja, toch? Tulband, nou en of. Ik hou van dat soort geneesmiddeltjes. Oh ja, meneer. Wat ik nog zeg, wel, ik moet je kijken. Ik heb een briefopener moeten kopen in opdracht van meneer Stegenman, mijn malle Pietje. Kostte 3,5 gulden en toen gaf hij mij een 2 riksdaalders en toen zei hij dat ik de rest mocht houden. Pof jij even, zeg, dat is een royaal heer. Ah, daar hebben we Saartje met de tulband. Ja, Sweeper. Mooi. Oh, nou, dat ziet er verrukkelijk uit, zeg. Zou wij beginnen samen nog eens een herbergje? Dan staan de mensen te dringen om binnen te komen. Ja, eet maar, ja, zo'n haast. Ja, ja, daar heb je gelijk in. Nou, zeg, als ik ook nog eens griep krijg, laat ik me hier verzorgen. Oh, ja, jij bent geburgemeester. Nee, nee, maar als ik ook nog eens op de wereld kom, nou,
Reken maar, dan word ik er een. Maar dan moet je ook zo'n zaaltje weten te vinden, hè? Nou, dat zal niet meevallen, meneer. Maar, het is laat. Mag ik even een zitvetje? Ik moet weg, meneer. Spijt me wel, maar... Ik neem het mee, want dan laat ik niet met de neus worden. Nou, meneer, tot ziens. Tot ziens, meneer. Dank voor de tullendienst. Nou, meneer, tot kijk. Tot ziens. Zetel naar de berg, ga door. Doe de voordeur. Ja. Dank u wel, juffrouw Saartje. Goedemorgen, tot straks bij de sluns. Goedendag. Val ik berimpeltje over drimpeltje. Ik vind het zo jammer dat ik u niet heb kunnen helpen. Ja, maar dat ik van uw aanwezigheid heb mogen genieten, dat was wel een hele grote eer voor een eenvoudige dorpsveld. Voor een eenvoudige rechercheur, bedoel ik. Dat is heel lief van u. Dank u wel. Ik ga nog een wandelingetje maken. Oh, dag. Gaat u soms ook richting dorp? Nou, graag. Ik zal even uw mantel aangeven. Zo. Gaat het goed, hè? Ja, zo, alsjeblieft. Oh, wacht even, er viel net een papiertje. Oh, waar kwam dat vandaan? Ja. Wat? Het viel uit de jaszak. Zo, daar gaan we. U komt toch mee? Nee, ik herinner me namelijk dat ik nog een afspraak heb met je voorzien. Die moet ik nog even spreken. Het spijt me erg, hoor. Maar ja... Holp heeft u me wel heel erg goed. Tot ziens. Dank u wel. Jefferstien! Jefferstien! Kom eens gauw. Geef die check. Alsjeblieft, kijk u eens even. 2 druppelen water, juffrouw Saart. Is het mogelijk? Ja. Van wie is die jas? Van meneer Stegeman. Meneer Stegeman, waar is die? Op zijn kamer, boven koffersbak of zoiets. De bewijzen hebben we. Die gaat met mij, dat mannetje. Ja, rustig maar. Dan gaan we door de achteruitgang. Dan willen we geen opzienbare. Meneer Stegeman, hè? Meneer Stegeman. Afschuwelijk. En het leek zo'n aardige man. Stien, ik ben een Stegeman. Dag, ik heb een pakje voor hem. Of is hij naar boven? Wat kijk je naar zoomen? Wat is er nou? Ja, nou, zo zie je nou maar hoe je in de messen kan vergissen, Zwiebertje. Zeg, waar kwam die snaartrailer vandaan? Nou, dat staat in het gastenboek. Maar het zal ook wel een vals adres zijn. Nee, dat moet je niet zeggen. Stien. Kom eens hier. Ja, wat zie je dan? Moet je even kijken. Zie je het er niet? Wat? Die check? Nou zeg, kijk me niet zo hooghartig aan. Wat bedoel je nou? Hier, wacht even. Kijk nou. Zie je dat, die letters? Ja. En die cijfers? Ja, en? Is precies hetzelfde. Kijk dan. Nou, hey. Alsjeblieft, zie je nou, dit handschrift lijkt precies hetzelfde op het handschrift als het handschrift van juffrouw Spanjes. Ja. Nou, wat stom. Waar is Brom? Ja, die is al onderweg met die meneer Stegeman naar het dorp. Dan krijgen we dat weer. Mag ik nog even een keer je fiets leiden? Want dan ga ik erna. Want als je met die man bij de burgemeester komt, dan slaat hij voor de zoveelste keer weer een flater dat hij de verkeerde gearresteerd heeft. Schiet op! Wat zeg jij? Schiet op! Ja, zie je, hebt toch goed gehoord, je schiet op. Zo terug. Oh, als dat mes strak terugkomt, ik kan er wel schieten. Oh nee, ik mag natuurlijk niks laten merken. Als me dat maar lukt. Wachten tot je over Spanje terugkomt? Ja, vanzelfsprekend.
lieve mensen. He? Die juffer Spanje, die moet onschuldig zijn. Ja, ga naar gauw. Wat nou? De burgemeester heeft het zelf gezegd. Het was een man met een bolhoed, een bril en een snorretje. Groot en gretjens. Wat dan? Nou, begrijp ik er helemaal niks meer van. Nee. Stien, mag ik even de kamer kijken? Wat moet je daar? In een invalletje. Ja, wacht nog eens even. Wat dan maar, ik ben zo terug. Oh, jij hebt er op zijn heupen. Ze zal toch niet met de stille droom vertrokken zijn? Met een stille trom vertrokken zijn? Ach, nee, natuurlijk niet. Weet je wat? Die Stegeman, hè? Die zou dat handschrift wel eens in het gastboek hebben kunnen vervalst. Alleen maar om mij op een dwaalspoor te brengen. Ja. Dat mannetje zal ik goed in de gaten houden. Oh, wat afschuwelijk allemaal. Zie! Ja. Kom eens hier, allebei. Ja, wat is het? Even kijken. Wat heb je dan? Kijk even wat ik gevonden heb. Ja. Bolhoed. Ja. Bril. Snor. Nee, toch. Nou. De koffer van juffrouw Spanjers. Oh, jongen. Dan is het raadsel opgelost. Zo. Stil eens. Nee. Er komt iemand aan. Weg met die koffer. Die koffer. Ik ontvang. Oh, komt u maar. Alsjeblieft. Wat is het hier stil vanavond? Ja, toneelavond in het dorp, hè. Ja, dan komt hier nooit iemand. Voor ik wegging, zei u tegen me dat ik u toch nog geholpen had. Ja. Onderweg bedacht ik me waarmee dan toch wel. Kon u dat niet raden? Geen idee. Nee. U is ook zo'n lief, onschuldig vrouwtje, hè? En u zo'n echte heer. Ik heb wel zin in een kopje thee. Ja, nee, dat blijft zitten. Ik trakteer. Ik heb trouwens iets heel bijzonders voor u. U spreekt altijd in raadsels. Ja. Nee. Kom maar mee, Ober, en zet u de tractatie maar op tafel. Jazeker, mijn heer. Eén geurig kopje thee voor mevrouw. Dat. Hoe durven jullie in andermans koffer spioneren? Dat is het toppunt. Inderdaad. Maar ja, kijk, het is een gezellige toneelavond. Misschien zou u zich een keertje willen verkleden. U bent vast een heel lief meneertje. Nu gaan we toch een wandelingetje naar het dorp maken. Maar dan geef ik u een stevige arm. Sievertje, breng jij de bolhoed en de spullen en de cheque mee. Zo. Jazeker, Brom. Brom? U heet toch? Nee. In de vooravond had ik wel haast vergist. Ja. Uw dienaar, gemeenteveldwachter Bromsnor is de naam. Ja, onze eigen geliefde veldwachter Bromsnor. Bijgenaamd Zjurli Hommeles. Kom mee. Zo, alsjeblieft. Jazen. Alsjeblieft. Vergeet dit vogelnis niet. Zo. Juist. Komt u maar mee. Hebben jullie knap gedaan, mannen. Mijn complimenten. Ja, meneer, dat was alleen maar een kwestie van goed doordenken en flink combineren. Dat was alles, meneer. Nou, meneer, u hebt een veldwachter. Zo, nou, onze Brom die speurneus van hier tot Gunter. Nou, maar ik ben je een reuze knappe veldwachter, hoor. Ik vergeef je helemaal dat je me gisteren zo aan het schrikken gemaakt hebt. Ja, maar dat was een noodzakelijke proefneming, juffrouw Saar. Nou, joh, Saar, dat was alleen maar om eventjes hier je kind te knijpen. Saartje, er staat nog een halve tulband. Ja, daar zit ik de hele tijd al naar te kijken. Oh, ja. Ja, je was er bescheiden om er iets zo van te zeggen, hè? Nee, helemaal niet. Ik was alleen maar bang dat jij hem op gemeentekosten alleen op zou eten. Zeg, hey, rustig een beetje. Niet zo vertrouwelijk, hoor. Nee, dat ligt niet. Ik ben hier nog altijd de veldwachter. Dan maar gauw weer verkleden, want nu lijk je meer op een... Aangeklede griezel. Ja. Nou ja, ik zou ook blij zijn dat ik mijn uniform weer aan mag trekken, hoor. Huh? Oh ja, dat is waar ook. Dat is er altijd bij Van Dijk. Denk je, zeg. Oh. Maar eerst de tulleband. Ja. Mensen, op de gordel overlopen. Hè? Dat wordt smikkelend en smullend.
Ja, kindertjes, uit is de pret. Ik ga er weer vandoor. Vanavond allemaal zoek naar bed. En nu tot weerziens hoor. Dag, Sientje. Dag, kindertjes. Dag, Sientje. Dag, kindertjes. Tot weerziens hoor. Hou ik daar toch 2 gulden te veel over? Hoe kan dat nou toch? Nou, moet ik maar eens tellen. 3 opschrijven, 6 onthouden. 4 en 3 is 7 en 2 is 9 en 9 is 18. En 5, ja, dat is toch 23. Oh, gunst, ik zal toch niemand tekort hebben gedaan? Dat kan ik me voor jou niet voorstellen, Saartje. Oh. Mij heb je tenminste nog nooit tekort gedaan. Meneer, u doet me schrikken. U kwam zo stil binnen. Ga verder met tellen. Je deed het zo ontzettend leuk, Saartje. Nou, wat is daar nou voor leuks aan, meneer? Saartje, jij telt met gevoel. Ach, gunst. Ik heb toch niemand tekort gedaan. Ja, maar het kan best, meneer. Ja, hoe zou ik anders 2 gulden te veel overhouden? Weet je wat ik nou zou zeggen als ik 2 gulden over zou hebben? Dan zou ik zeggen, wat een bof, zomaar een heerlijk kistje sigaren verdient. Ja, maar ik rook geen sigaren, meneer. Maar hoe kom ik nou te weten wie ik tekort heb gedaan? Anders klopt mijn schriftje altijd. Nou, laat mij maar eens optellen, Saartje. Ga maar eens. Denkt u soms dat ik niet tellen kan? Saartje, waarom kijk je nou zo kwaad? Nou goed, telt u maar, meneer. En zal je me niet opeten als ik een vergissing maak, Saartje? Ik wou dat u dat deed, meneer. Nou, ja, nou meneer. Stil nou eens even, Saartje. Nou? Ja, stil nou eens even. Ik geloof dat je nog gelijk hebt ook. Die meneer. Lach niet te vroeg. Vertel eens, wat staat hier? Een 5 of een 3? Oh, dat moet een 3 zijn. Maar het is een 5. Dat bovenste streepje is niet altijd duidelijk. Die Saartje. Nou, ben je nou gerustgesteld? Het is een pak van mijn hart, meneer. Als het nou nog 2 centen waren geweest. Ah. Ah, 2 gulden was veel mooier geweest, Saartje. Voor 2 centen had je niet geroepen. Ach, ik heb toch niemand tekort gedaan. Snik, snik, snik. Oh, ik snikte helemaal niet, meneer. U maakt het nog mooier dan het is. Maar ik ben toch blij dat u de oplossing gevonden hebt. Oh ja, waar kwam ik eigenlijk ook alweer voor? Ja, Saartje, de notaris en zijn vrouw komen vanavond op bezoek. Wil jij om 8:30 de thee binnenbrengen? Ik geloof dat jij ook bezoek krijgt. Dan wat 2 keer zetten. Sieber, weer eens een keer. Nou meneer, dat is waar. Jongen, wat een wind buiten zeg. Ik heb gewoon hier naartoe naar binnen geblazen. Is het weer gedaan in de vergulde kip? Ik ben kan heb je nou al vragen? Nou, de vergulde kip. Oh ja, Dries is weer beter. En de hulptroepen kon hier. Ga je weer op stap? Nou, nee meneer, nog lang niet hoor. Dan moet het eerst een beetje lente gaan worden en dat zal nog wel eventjes duren. Nee, ik ga eerst even naar mijn huisje. Ben je er nog helemaal niet thuis geweest? Nee, wat had ik dat te zoeken dan?
Dan had je toch meteen met de grote voorjaarsschoonmaak. Oh, grote voorjaarsschoonmaak. Nou. Echt weer een vrouwenopmerking. Ja. Nou, daar hebt u nogal veel last van, meneer. Als uw kamer in de beurt is, dan zorgt u uit dat u weg bent. Je heeft geloof ik iets tegen me vanavond. Nou, tot ziens, Wieber. Ja, dag meneer. Vind je het weer fijn dat je naar je huisje kan gaan? En in land 3 is een vrouwenmoordenaar. Ja, het is waar. Al klinkt het wel wat raar. Nou, zeg, wat is dat nou voor een vreemd liedje? Ja, dat weet ik ook niet. Het schijnt een vreemd volkslied te zijn. En het wordt alleen maar gezongen op plechtige gelegenheden, zoals nu. Ga zitten. Ja. Ik vroeg je of je het fijn vindt dat je naar je huisje kunt gaan. Oh, Saar, eerlijk, ik moet je zeggen, heerlijk hoor. Dat muffe keldersbak, nou, ik kon het niet meer lucht in hem zien. Maar je zag er anders wat knap uit in dat pakje. Nou ja, ruik eens. Hé, bah, vies. Vies? Hooi, buitenlucht, vrijheid, blijheid. En daar ben ik voor in de wieg gelegd, Saar. Hoor eens wat een storm. Ja. Oh. Huh? Dat is toch hagel ook? Ja, ja. En moet je daar nou vanavond nog doorheen? Nou, geeft het niet. Straks is het toch weer droog. Ja, maar ik heb eigenlijk niks bijzonders voor je. Alleen een lekker kopje soep. Nou, geeft dus niks, Saar. Ik blijf ook niet zo lang, hoor. Ik blijf maar eventjes. Ik ben zo direct weer weg. Ja. Want ik moet ook nog even een malle Piet. Draai werd ingestopt. Je kijkt of er een dode muis in zit. Nee. Wat zie je me nou? Een dode muis in de thee? Nee. Ik zei, je kijkt alsof er een dode muis in zit. Waar heb je die dan gelaten? Wat? Die dode muis. Ah, man, klets toch niet. Ik zei gewoon, je kijkt alsof er een dode muis in zit. Maar ik heb helemaal geen dode muis gezien. Ach, Swip, wil je me nou niet begrijpen? Ik wou je net zo aardig verrassen. Verrassen, hè? Ja. Want je bent verrassen, hè? Je bent de grootste viesbuik van het hele dorp. Ja, man. Wacht eens even, wacht eens even. Wat, wacht eens even? Ja, ik doe niet... Ja, wacht! Dit zet erin? Ja. Goed, je weet. Ja. Naammachine, Oli? Ah, nee, halve garen, dat is rum. Halve garen rum, waarvoor? Dat is voor de storm. Als je daar een schuitje van in je thee doet, dan kan je overal tegen. Tegen dode muis ook? Ach, wat klets je nou toch met dode muizen? Ja, klets je er het eerst over? Nee, ik zei, jij keek alsof er een dode muis in zat. Maar hoe kijkt hij dan? Nou, zoiets van, Kijk, zo een dode muis? Ja. Nou, ik ben blij dat ik het weet. Dan kan ik zaterdag eens aankijken als een dode muis. Ze is toch zo bang voor muizen. Nou ja, dus je komt hier of neer dat je vond meteen niet lekker. Nee, verrukkelijk, zalig, maar een beetje anders. Zo, dus die steken de storm thee. Ja. Nou, dan mag ik leiden dat we nog heel wat voorjaarsstormpjes krijgen. Ja. Schiet er maar eens in, hé. Tegen de storm, hé. Ja. Kan gebeuren, alsjeblieft. Beetje thee. Hé. Nou, wacht even. Beetje rum. Even opkijken. Nee, wat doe je nou? Ja, dat heb ik altijd met de storm. Dan schiet mijn hand een beetje uit. Nee, uitkijken. Nou, niet stoten. Een klein beetje nog. Zo. En niet schielijk drinken. Nee, opa. Ik zal erom denken. Proost, malle. Ja. Tegen de storm. Ja, proost. Wat zou je ervoor zeggen? Als je eens domweg hierbij slapen. Oké, goed, dan blijf ik. Dan ga ik morgenochtend meteen eens even in de boer mijn kippen en mijn geiten ophalen. Dan heb ik tenminste wat gezelschap als ik thuis kom. Jongen, wat een eind. Zo, jongens, we zijn weer thuis. Voorzichtig. Waar gaan we nou? Ik sluit mijn huis in nood af als ik wegga. Dat is vreemd, hoe kan ik nou? Ik begrijp er allemaal niks van. Jij bent een sukkel. Of ik ben een sukkel en jij bent een ziek. Nou, maar we zijn wel thuis. Kom op, we zijn eventjes vastbinden. Ga met je mee, kom. Op je eigen plekje. Hé? Lekker in je eigen plekje, bij het boompje. Twee. Hé? Oh, pardon, neem me niet kwalijk. Zeg. Ziek, als ik een beetje wil, moet ik mijn eigen ruiten nog ingooien om in mijn eigen huisje terecht te komen. Dat is helemaal een toepen, die begrijpen ik. En zou het misschien een beetje klemmen? Nee. Daar is. Nou, daar begrijp ik niks van. Ja.
kopje nemen. Kijk op zet. Beter werk. 1, 2, hup. Nee, maar wat een alleraardigste verrassing. Als het onze beste vriend Zwabbertje niet is. Kom, Mereltje. Sta eens op. Kijk, koude billetjes op die stenen vloer. Zo, voorzichtig maar. Zo, zo. Ga maar eens lekker zitten. Je bent toch niet thuis van, hè? Nee. Zo. Jij hier? Ja, ik hier. Ja, ken me dus, Zwabbertje. Ja, kerel, dat is een lange tijd geleden. Hè? We hebben elkaar al eens eerder ontmoet. Zij het ook onder andere omstandigheden op een andere plaats. Zo, is het jouw gewoonte om andermans huizen zomaar binnen te stormen? Lijkt me een zeer pijnlijke gewoonte, beste vriend. Wat krijgen we nou? Andermans huis? Nou, jij even leef, broer. Nee, niet die andere kameraad van je, die man, weet je ook weer, Pulkie bedoel je? Ja, nee, dit is Ulkie Pulkie niet hoor, dit is een andere kameraad van me. Dit is Lobbes, een goedaardige goedzak met prachtige karakterkwaliteiten. Wat heeft hij daar te leggen? Nou, wat zeg je dat nu weer ontaardig? Zeg, hier, kijk, hij heeft zijn beentje bezeerd, kom eens hier, zijn beentje. Kijk eens, Lobbes heeft zijn beentje bezeerd. Ik heb hem wat rust voorgeschreven, kijk maar. Zo, heb ik dat koude windsels om zijn enkeltje en hij is morgen weer het heertje, hè? Huh? Ja. Nou ja. Maar wat heb je hier dan te zoeken? Nou, gewoon waarschijnlijk hetzelfde wat jij hier zoekt. Een veilig onderdak. Huh? Maar dit is mijn huis! Jongetje, jij mag niet jokken. Dat houdt de professor helemaal niet van, hoor. Nee, jokken is namelijk ondeugend. Ik jok helemaal niet, dit is mijn huis en je mag zo gauw mogelijk dat je wegkomt. Nog een beetje dreigen, ook niet alleen jokken, maar ook dreigen. Zwabbertje, ik dacht dat jij zo'n prachtig karakter had. Dat val je me tegen, zeg ja. De wereld is slecht, zeer slecht. Je kletst. Toen je hier zo spontaan met de deur in huis kwam binnenvallen, had ik je nog met open armen willen ontvangen. Ja, vertel mij wat, dit heb ik gemerkt, hé. Maar ze waren zo wijd open dat ik er dwars doorheen vloog. Nou, kijk toch niet zo wraakzuchtig. Je moet ook niet proberen met je koppetje dwars door een deur te lopen, kerel. Ja, geloof mij dus niet, hè? Ja, wat moet ik dan geloven? Nou, dat dit mijn huis is. En dat... Ik zal het je bewijzen. Ja. Nou, wacht eens even. Hier, hoor. Zie je die doos? Papieren? Boodschappen? Brieven? De telefoon? Hebben we hier? Hier zo. Alsjeblieft, hier. Bewaard. Dat is een brief van mijn beste vriendin. Saartje. Hey. Ja, lees maar. Ik heb geen geheimen. Beste Zwiebertje. Ben ik. Dit briefje wordt je gebracht door Piet van Dijk, omdat ik zelf geen tijd had om even langs te komen. Vriend. Hoe gaat het met je griep? En wat is er overgebleven of van... Daar heb je verder niets mee te maken met er nog verder in staat. Dat is goed begrepen, als je alleen maar goed begrijpt dat dit mijn huis is, heb ik van meneer de baron gekregen en daar mag ik in wonen. Nou jij. Ja. Uh-huh. Ja. Tja, dat is interessant zeg. Wat nou, hè? Wat nou? Je maakt het juist als de wiede weer gaat eruit komt. Weg weet je. Nou commandeer ik een keer. Ik zal open kaart met je spelen. Open. Lobbes en ik zitten hier berempel niet voor ons plezier, hoor. Nee. Er zijn namelijk momenten in een mensenleven dat je een noodsprong moet wagen. Bijvoorbeeld als het onrecht je op de hielen zit. Als boosaardige wezens je vrijheid bedreigen. Als je als een dier in het nauw gedreven wordt. Maak het kort. Nou, kijk, vannacht woedde er een hevige storm. Hè? Ik zei, maak het kort. Maar tegen de ochtend begon ook dus de regen in stromen neer te dalen. Ja, ik moet je toch eventjes onze penibele situatie uitleggen, hè? Ja, kort. Goed, nou, Lobbes en ik sliepen namelijk onder een eenvoudig afdakje bij een schamele boerderij. Hè? En daar blies de storm ons al bijna weg. Maar toen de regen ons ook begon te overvallen, toen zochten we veiliger onderkomen. We holden naar de hooiberg
En onderweg daarheen hoorde plotseling een gerinkel. En even later verschenen twee dreigende boerenmannen en riepen... Lieve tuig, ik zal je leren! Ja! Nou, wij stonden als aan de grond genageld. Tink, 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 tink. Met een dorsvlegel en met een mestvork stoven ze op ons af. Ja, wij vluchten natuurlijk, hè. Wij wisten te ontkomen. En we wisten nog lang om een knippertje te ontkomen. Ja, gelukkig maar. Ja, wij vluchten het bos in. Het bos in. En daar struikelde Lobbes over een boomstronk en bezeerde zijn enkel. Kust! Nou, en toen plotseling, toen liepen we tegen dit huisje op. Boom? Ja. Au, kust! Wat? Nou, en het huisje was onbewoond, dat leek althans zo. En de deur was namelijk ook niet op slot. Nou, en alsjeblieft. Dankjewel. Alsjeblieft. En daar zijn we nou. Oh, en nu wil jij ons weer, als een stel straathonden, de deur uitjagen. Terwijl misschien de veldwachter in het struweel op ons ligt te loeren. En ons, in het struweel, de boschages, ligt hij te loeren en ons wil inrekenen. Ja, nou, dat is toch vreselijk. En maar ja, als jij het ons beveelt... Ja, goed, dan moeten we natuurlijk wel, hè. We zijn tenslotte geen geweldenaren. Nou ja, hoor je, Lobbes. Hé, deze goede man wijst ons de deur. We blijven verschoppelingen, professor. Ja. Maar het is mijn been, mijn been. Als het moet, dan moet het. Ja. Dus jullie hebben een inbraak willen plegen in de boerderij. Wat? Nou, ik moet jullie zeggen, als ik dat knecht ben geweest, had ik jullie ook met een stok achter de broek gezeten. Oh. Reken maar. Inbrekers? Nou zeg, Potjan 3, hoor je dat, Lobbes? Ja. Hoor je dat? Die slapswieber is ook al zo'n kwaaddenker. Zo zijn de mensen, professor. Ja. En wij maar leien en leien onder de verdrukking van sweepswabber. Jullie hebben dus niet... Mijn hand erop, mijn hand erop. Geen haar op ons hoofd koesterde zo'n laag bij de grondse gedachte. Platvloerse sweepswap gedachte. De ene mens is voor het geluk geboren, professor. Yes, yes. En de ander voor het ongeluk. Ja. Die ben jij zeker, die ander? Ja. Oh, ja. Nou, dat doen we goed. Dan kunnen jullie hier voorlopig blijven. Nou, niet! Ben je gebeten als je me beduvelt? Wat een nobel en waardig besluit van jou. Hartelijk dank, ik heb me niet in jou vergist. Hartelijk dank. Hoor je dat? Hoor je dat we mogen blijven? Wij zijn blijven, je schip. Hiep, hiep, verschip. Kunnen ze een beetje rustig? Goed, we zeuren niet verder. We zullen wel een slaapplaats inrichten. Inrichten, hier. En wat nu? Hoe je eten? We moeten eten. Ja. De kippen. Kijk. Een ogenblik. Jij rooien met je zoeten. En melk je geven, hè? En jullie? Drie dubbel zoveel eieren leggen. We hebben gasten binnen. Kostelijk. Zo. Dat is dat. En, boer Struik, u mist niets, hè? Nou, dat zei ik u al, veldwachter. We hoorden dat die ruit was ingegooid. Ruit ingegooid. Mijn knecht en ik stoven naar buiten. We zagen die twee kerels. Die meteen de benen aan. Wij renden ze achterna. Maar ze verscholen zich in het bos. In het bos? Ja. Dus de kans bestaat dat... Dat ze zich ergens verstopt houden in het bos? Ja, natuurlijk. Zeg, boer Struik... Kan jij hun uiterlijk ook beschrijven? Tja, dan vraag je wat. Het was al bijna donker. Ja? Ik weet alleen dat er één een hoge hoed op had. Hoge hoed? Een magere man. Mager? De andere was een dikzak. Dikzak, zo. Waren het zwervers? Ja, hoe zou je ze anders moeten noemen? Indianen misschien? Of Eskimo's? Zeg, boer Struik, van dergelijke opmerkingen ben ik niet gediend. Begrijp je dat? Ja. Ah, meneer de burgemeester. Zo, Struik. Al voor de schrik bekomen? Nou, mijn knecht en ik hebben die kerels meer schrik aangejaagd dan zij mij. Dus er is niets gestolen? Oh, maar daar hebben die kerels geen tijd voor gehad, burgemeester. Nou, dan stap ik maar weer eens op. Meteen een nieuwe ruit in laten zetten. Dag meneer. Dag Struik. Dag meneer. Dag Struik. En waarom? Als jij die kerels soms in een larve kunt grijpen... Roep het er even. Ze hebben nog een flink pak slaaf op het tegoed. Ja, over de aard van de bestraffing ligt de keus van de bestraffing toch zeker wel bij mij. En nog wel ergens anders, veldwachter. Ik bedoel, bij mijn edelachtbare heer de burgemeester. Tot ziens, Struik. Goeiedag. Tot ziens. Goeiedag.
Nek. Meneer de burgemeester. Oh, dat is u. Oh, dag meneer de burgemeester. Dank u wel, dag meneer. Hé, wat is dat? Hallo. Hé, wat nou? Wat krijgen we nou, zeg? Hebben je niet genoeg eten gegeven in de vergolde kip, dat je nou wat aan het hamsteren bent voor de volgende winter? Alsjeblieft. Zeg, hoe kan je dat nou allemaal dragen? Zal ik je even wegbrengen met de bakkenfiets? Nee, dat is niet nodig, laat maar. Oh. Trouwens, je kan je niet mee naar huis nemen, want ik ben nog niet klaar met de schoonmaak. Wat nou? Zeg, wat ben jij netjes geworden? Heb je een zaadje aangestoken? Mens kan toch veranderen? Ja, mens wel, maar jij niet. Dus ik moet je niet wegbrengen? Nee, laat hem maar. Een andere keer. Oh. Maken we er een feestje van. Oh, fijn. Vanavond? Nee. Een paar dagen later. Een paar dagen? Moet je een paar dagen schoonmaken? Ja. Weet je wat jij bent? Je bent ziek. Hé, nou, zeg, wat ik je brom. Ik ben helemaal over brommen gesproken. Draai je hem ook. Ja. Ik ga. Hey, ja, u. Ja, rustig. De groeten, hè? Ja, hoor. Hey. Kan jij nou niet eens even wachten tot ik binnen ben? Kan jij niet even wachten tot ik buiten ben? Nee, Vlegel, nee. Frans, kijk uit. Oh, nee. Dit is toch verschrikkelijk ook. Nou, die heeft zijn dag weer vandaag. Nou, vechter, je bent gewoon te dik, man. Huh? Ja, daarom zat je daar in de knel. Ja, die deuropening is wijd genoeg. Dus jij vindt dat ik te dik ben, hè? Ja. Van Dijk, bij jou is de ernst ook helemaal weg, hè? Zal ik jou eens wat vertellen? Dat gaat met jou de verkeerde kant op, man. Ja, ik begrijp het wel. Invloed van die zwerver, hè? Pas maar op, nou mag je weer te dik. Mm. Maar zeg, vertel eens even, waarmee kan ik je van dienst zijn? Waarmee? Oh ja. Ik kwam je vertellen dat als jij hier door het dorp een paar kerels ziet lopen... Oh, die zie ik zo vaak hier lopen. Wat? Oh ja. Wat, ja? Kerels genoeg. Zeg, als je ze gezien hebt, wat hadden ze aan? Nou ja, een tijdje geleden, zeg, toen heb ik er nog eentje gezien met een gleufhoed. En een kwartiertje geleden was er nog eentje met een hoge hoed. Stop! Hooghoed. Ja. Hooghoed. Waar ging die heen? Nou, naar zijn huis. Naar zijn huis? Ja. Maar over wie heb je het? Over meneer de burgemeester. Meneer de burgemeester. Dat is toch ook een kerel? Dat is een heel deftige kerel. Want dat bedoel ik helemaal niet. Ik bedoel twee ongure individuen. Oh. Ja, zwervers die vanmorgen vroeg, heel vroeg, geprobeerd hebben een inbraak te plegen. Ja, ja. Hm. Bij de burgemeester? Niet bij de burgemeester, bij boer Struik. En wat binnen die mannen nou? Ja, kijk eens, de boer die kwam met zijn knecht het huis uitrennen en toen zagen ze dat die twee kegels het bos invluchten. Ja, dan moet je hier niet wezen, moet je in het bos wezen. Van Dijk, begrijp je nou nooit eens wat? Ze kunnen dat bos toch alweer verlaten hebben, nietwaar? Nou, voor hetzelfde geld kunnen ze nog best in dat bos zijn. Maar, weet je wat jij nou doet? Hou jij je ogen dan maar eens goed open. Ja, goed, ik zal mijn ogen open houden. Juist. Hm? Over bos gesproken, wie woont er eigenlijk in het bos? Wie woont er niet? Kaboutertjes, is het nou goed? Nee, Zwiebert bedoel ik. Zwiebertje? Ja, Zwiebertje. Die kan van mij ook wel eens heel goed zijn ogen open houden. Goeiedag. Nou, professor, moet je eens even ruiken. Oh, het water komt me in de mond. Oh, bruine bonen met spek. Ja. Hoor je dat, Lobbes? Bruine bonen met spek. Echt volksvoedsel van een ontroerende eenvoud. Nou lust ik wel pap van, jongens. Geef me maar een soepbord vol. Ah, bonen, spek van Zwiepsap. Nou, hoor je dat, grote weldoener? Alleen al de geur van je heerlijke gerecht heeft een geneeskrachtige uitwerking op mijn beschermeling. Hé, hey, wat heb je ineens? Sst. Ruiken. Nee, duiken. Lekker bromsnor, de veldwachter. Tenminste. Ja, duik. Ja, kijk dan, als ik je bonen... Ja, nee, sst. Weg met die gulzige kop onder je deken. Kom, de veldwachter nadert. Het is hem. Wat nou? Helemaal niets bijzonders. Ik ga maar naar buiten toe. Ik vang hem wel op. Oh, ja, maar als hij hier binnenkomt, dan zijn we er gloeiend bij. Wel, nee, dan laat ik hem gewoon een pakje stuiteren. Laat het maar aan mij over. Hey, zie je me niet? Hey, wat hoorde ik nou voor een klein stemmetje? Zie je me niet? En ik zie helemaal niets. Ik zei, zie je me niet? Hé! Hey, zie je me dan ook niet? Hé! Hey, waar? Wie? Boe, mag de mis horen wel aan zitten. Kijk nou toch maar eens even. Ik dacht al, ik hoorde een heel klein stemmetje. Hey, zie je me niet? Hey, zie je me nog niet? Nou, en ik zag niks. Ik zag niks. Hallo, Brom.
Ik ben blij dat ik je zie. Heb jij het of krijg jij het, hè? Dat weet ik helemaal niet, maar je hebt me zo laten schrikken, stouterik. Mm. Ja. Ik kom hier om je te spreken. Uitstekend, ga maar even zitten, hè? Nee, ik ga liever naar binnen. Wat? Nee, niet naar binnen toe. Ik ben met de schoonmaak bezig. Je gaat nou niet naar binnen. Het is vet te veel rommel. En ik schaam me gewoon een ongeluk. Ik heb ook mijn eergevoelens uitgehouden. Man, zwommetje, alsjeblieft niet. Zo netjes ben jij niet. Nooit geweest. Me niet beledigen, begrijp je dat? Anders luister ik niet eens naar één woord van wat je me te vertellen hebt. Ga zitten. Nee, niet naar binnen. Hop. Zitten. Oh, met je flauwe keul, met je gaat zitten. Nee! Ga nog lachen ook. Ja, moet kijken. Kijk daar naar beuvelement. Levensgevaarlijk. Ja, hè. Nou, schijn hem maar uit met je smoesjes en vertel op wat je mij hebt te vertellen. Nou, dat is zo. Dat is zo. Ik kom je hier vertellen dat vanmorgen vroeg een paar heel gevaarlijke kerels het bos zijn ingevlucht. Hier wat? Ja. Met de twee gevaarlijke. Oh. Ja, inderdaad, twee. En jij kan mij beschermen, hè? Beschermen als jij eruit. Ze zullen jou er zeker niks doen. Bij zo'n kale jonker als jij bent. Er valt nog niks te halen. Nee, Zwiep, luister. Ik kom jou vragen om je ogen open te houden. En zodra je wat merkt, kom je mij waarschuwen. En ik zorg voor de rest. Oh, jij zorgt voor de rest? Ja. Ja, dus... Nou, je hoeft helemaal niet bang te zijn. Maar aankloppen. Nee, jongen, je hoeft niet bang te zijn. Ja, maar dat zeg jij nou maar. Stel je voor, ik ben dan helemaal klaar met als ze die rommel bij me zien. Ja. Ga van mijn matje af. Ga verder met de schoonmaak. Ja, daar moet ik zorgen. Zeg, wacht even met dat kloppen, hoor. Nee, wacht nou even. Ik ga, ho! Ja, ik ga erin. Groeten, luister. Hij is alweer. Hallo? Ja? Bemoei jij er toch niet mee? Kom maar tevoorschijn. Luister, brom, brom, brom. Brom, brom, brom. Koekoek, koekoek. Bromster is net weg. Ja, maar wat wou die bromtol nou? Wat die wou? Ja. Hij kwam me vertellen dat er twee gevaarlijke misdadigers het bosje zijn gevlucht. Hij zei, als je die twee... Als je die... Stil. Hij zei, als je die twee ziet... Ja. Kom maar naar hem. Onmiddellijk waarschuwen. Ja. Dus je weet het. Je weet het, als je die twee gevaarlijke kerels... Als je die ziet... Meteen bromstor waarschuwen. We gaan bruine bonen eten. Dus je hebt geen spoor van die kerels gevonden, veldwachter? Nou, dat wil zeggen, meneer. Ik heb hier vannacht dus diep over nagedacht. Vannacht? Maar dan moet je slapen, man. Ah, ja, meneer, dat is voor een gewoon mens. Maar bij een dorpsveldwachter achtervolgt de plicht hem tot in zijn bed, edelachtbare. Kom, lesal, veldwachter. Jij wordt nog eens ridder in de orde van Oranje Nassau. Meneer, als dat zou kunnen. Ja, wel, dat wel. Maar dan moet je het wel eens een maand lang zonder slaap kunnen doen, veldwachter. Ja, meneer, ik ga me direct oefenen, meneer. De plicht die je in je bed achtervolgde, heeft dat offer je nog wat gebracht? Ja. Ziet u, ik heb wel een vermoeden, meneer. Oh, weer een vermoeden. Wel voorzichtig met je vermoedens, veldwachter. Nou, natuurlijk, meneer, ik weet het. We moeten eerst zekerheid hebben. Ja, uitstekend. Ben je deze paparazzen even naar het gemeentehuis brengen, veldwachter? Tot uw orders, meneer. Veldwachter. Veldwachter, alweer op pad? Ja, je verzaartje. Ik ga weer eens een keertje de gewichtige man uithangen. Zoals u gisteren zo fijntjes opmerkte. En dat nog wel in het bijzijn van een middenstander. Maar dat was toch maar een grapje? Ja, je verzaartje, maar ik hou niet van die grapjes. Moet je niet zo boos kijken? Boos? Ik kijk niet boos. Ik ben diep teleurgesteld, je verzaartje. Oh. Zo'n verregaande vernedering had ik echt van u niet verwacht, je verzaartje. Mallert? Wat nou mallert? Moment. Zo warm. Zo, dat is echt een grapje. Kijk eens wat je hebt. Neem er maar een paar van de banketbakker. Oh, juffrouw Zijken, dat kan ik nu echt niet doen. Dat is helemaal... Maar... Zo waardeer ik je nou. Een lekker koekje, juffrouw Zijken. En jij bent een heerlijke veldwachter. En nog niet meer boos zijn, hoor. Nou, boos, nee. U zei toch zelf dat het een grapje was? Ja. Ik dacht nog wel dat jij van een leuk grapje hield. Een leuk grapje? Ja.
Maar ja, we zullen maar denken dat u als een leuk grapje bedoeld heeft, hè, verzetje. Ja hoor. Dank u wel. Dank je verzetje. Dag veldwachter. Ik zal toch een beetje mijn woorden moeten passen. Wacht eens even. Veldwachter. Ja, hallo. Kijk eens. Voor onderweg. Voor mij? Ja. Dank u wel. Dag, je verzetje. Hij is zo gauw op zijn teentjes getrapt. Maar het is toch een beste kerel. Kijk aan, Lobbes. Het gaat alweer. Zo'n dagje bedrust heeft wonderen gedaan. We zullen straks het verband maar afhalen, hè? Oh, de pijn is nog niet helemaal over, professor. Oh, nou ja, je kunt in ieder geval weer lopen. En dat is het belangrijkste, hè? Nou, lopen? Ja. Eet ook anders. We hebben krijgen 4 eieren en 6 boterhammen. Goeiedag. Ja, Lobbes stelt nu eenmaal prijs op een rustig en eenvoudig en sterk ontbijt. Ja, man als ik heeft toch eens een ondergrondje nodig. Jij? Een ondergrondje, bovengrondje, tussengrondje, nachtgrondje, een eindgrondje. Je doet niet anders als ik jou midden in de nacht wakker maak voor een pot ettensoep, dan ben je nog in staat om die ook naar binnen te werken. Jammer, ja, hè? Zijn constitutie vraagt er nog eenmaal om, hè? Wat je met dit kan doen? Kom, gaan we los. Ik ga de deken vlug, hè? Op, rechts, rechts. Wegwezen! De veldwachter komt eraan. Maak je al die weg. Kom, schiet op. Kom op. Kom op, Truus. Goedemorgen. Hallo. Hé, wat prettig dat je me weer eens eventjes op komt zoeken. Wat jij er aan doen? Wat zou ik nou mijn doen wezen? Ik laat de geit uit. Geit? Een geit is toch zeker geen hond, man? Oh. Ja, oh. Nee, nu heb je gelijk. Een geit is geen hond. Kon ik het niet in mijn eigen geitje. Maar ja, hoor je dat, Truus? De veldwachter wil niet dat ik er eentje met je gaan wandelen. Nou, weet je wat we doen? Dan zetten we jou maar weer neer. Hey, ik zal hem even vast binnen de boom. Kom maar. Truusie. Kom dan niet meer. Zeg, hé. Luister eens. Ik neem... Zo, en noem jij dat grote schoonmaak, hè? Hier, allemaal kippen door je huis. Lopen maar los rond hier. Al die meubelen los. Kijk eens die tafels, hoe dat eruit ziet. Verschrikkelijk. Ja, maar ik heb... Waarom wilde jij me feitelijk beletten om binnen te komen, hè? Ja, dat is nog een vrij loon in het hele een en al rommel zelfs. Marie en Gert en Geurt en Bert, dus alles loopt zo door de kamer. Ik ben nog niet eens klaar met de schoonmaak. Nee. Ik schaam nu een ongeluk voor je. Ga maar mee binnen buiten. Ja, en eet jij tegenwoordig van 3 bordjes tegelijk, hè? Ik? Ja. Nee. Verhit, 3 bordjes? Je hebt gelijk. Kun jij goed tellen, zeg? Zo. En al die eierschalen? Eierschalen? Eet jij 8 eieren bij je ontbijt? Nou, nee. Zij eet ook altijd mee. Hè? Oh. Maar dit zijn lekkere eieren. Wie het breed heeft, laat het breed hangen. En soms eet ik een lekker vers, hoor. Wil je ook een eitje? Zal ik hem voor jou uitpersen? Jos, schijt toch uit. Vieze kledder dat je nog bent. Kledder? Ja, natuurlijk. Het is meer dan een vers ei. Hier jongens, we hebben hier... Hoe kom jij een eens aan dat vers ei? Lekker, hè? Nee, moet hij het... Lekker ei. Zo. Ha. Alsjeblieft. Ah, daar zijn de heren. Wat kom er maar uit. Het carnaval is begonnen. Ja. Het lijkt net op een gekke veldwachter of zoiets. Oh, het is de veldwachter. Ja, het is de veldwachter. Wat leuk. En hou op, schiet er mee. Ja. Juist. Hoor je dat, Lobbes? We mogen niet eens in een kippenhokje slapen. Ja, dat mag je van mij heel best. Maar ik heb een veel beter plekje voor jullie. Ah, fijn. U verwijt en nou, ons. U verwijt geen commentaar. Opschieten. Ja, ja. En jij hoort nog van mijn vader. Nou, dat muisje, dat zal voor jou een heel... lang staartje hebben. Ja. Heb je bewijzen of alleen mijn vermoedens is de vorige keer met die zjeggen? Oh ja? Vermoedens, want ik heb bewijzen. Ooggetuigen. Wie dan wel? Struik. Boer Govert Struik. Ja. Hij hoorde glasgerinkel en hij zei me persoonlijk dat hij glasgerinkel hoorde. En dat hij toen 2 kerels weg zag rennen. Deze 2 kerels. Is dat een glashard bewijs of niet? Glasgerinkel? Ja. Het ruikt een... Jongens, maak je me niet ongerust. Kom dicht voor elkaar, hoor. Yeah. Nou, hartelijk bedankt, hè. Niks te danken, hoor. Ontzettend leuk. Dat is het hier. Zie je nou wel eens een keer. Hij heeft me niet bouwen. Opschieten. Nou, mee. Gaat nu naar rechts. De volgende keer bij ons, hè. Direct naar het slaghuis. Zo. Nou, het beste met je been.
Au. Ja, dat dacht ik wel. Nou, klaar zijn we. Hé, Truus. Kom eens hier. Ja, bij me. Kom net bij me. We zitten zwaar in de puree, kind. Jij hoeft ook niet zo zenuwachtig te zijn. Veldwachter is toch al weg, hoor. Maak jij je maar niet te sappel. Hé? Nou, goed, hé. Weet je wat ik ga doen? Nou, ik ga brom. Achterna. Hey. En nu? Nou, mijn hok. Mijn hok. Dat moet je al verstaan, neem ik. Hallo, wat doe je nou allemaal? Ik ben op een zenuw, ik kan er niet eens uit. Jij blijft thuis, ik ga alleen. Hompen, dat je hem niet kwalijk. Dus jij hebt het ook al gehoord? Ja, maar hoe kan je ook zo dom wezen om die twee mannen in je huis op te nemen? Nou, dat is helemaal een toppetje. Opnemen, opnemen. Ze zaten al in mijn huis toen ik thuis kwam. En denk erom, Sar, waren best aardige kerels. Nou, als ik de boer en de brom mag geloven, dan zijn er twee boeven. Ja, dat dacht ik ook. Maar nou niet meer. Zeg, waar is brom eigenlijk? Hij lag maar in. Nee, die is naar de boerderij voor onderzoek. Met die twee gevangenen, hè? Nee, die zitten in natuurlijk opgesloten. Wat, de boerderij? Ja. Dat heeft hij me persoonlijk gezegd. Mij persoonlijk gezegd? Ik hoorde de boer persoonlijk zeggen. Ik hoorde glasgerinkel. En ik zag de beide kerels wegrennen. Even later verschenen er twee dreigende boerenmannen. En die riepen: dieventuig, we zullen jullie. Nou, we stonden als aan de grond genageld. We renden die twee kerels achterna, maar ze verdwenen in het bos. Sar, erachteraan. Waar nou achteraan? Achter Brom eraan natuurlijk. Misschien lukt het me, en als het me niet lukt, dan zien we wel weer. Wat heb je nou je dolle hoofd weer? Oh, dat is toch dommend. Zwieber! Dag erom. Wat? Doe nou geen domme dingen, Zwieber. Dus hier kwamen ze uit. Ja, ja. En waar stonden jullie? Daar. Nou, kom dan. Ja. Ja, 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 ja. Zo, en daar zijn ze door binnengekomen? Ja. En in die linnenkast had ik al mijn geld opgeborgen. Als de knecht en ik niet door het lawaai gewekt waren, dan hadden ze een mooie slag kunnen slaan. Ja, ja. Maar dan hadden ze de benen gebroken, als we ze te pakken hadden kunnen krijgen. Maar knap dat je ze hebt opgespoord, veldwachter. Was het deze eruit? Ja, gisteren meteen een nieuwe ruit laten zetten. Juist, ja. Ja, ja. Kom mee. Wat? Oh. Hè? Oh, de scherven. Ja. Heb je die bewaard? Bewaard. Waarvoor? Waarvoor? Oh, ja, natuurlijk. Ik dacht, de veldwachter zal ze wel willen zien. Juist. Pleun? Wat? Ja. Zo. Zeg, die linnenkast waar jij je geld in bewaarde, waar staat die? In de mooie kamer, hiernaast. Wat is dat toch dom van je? Waarom breng je die naar de boerenleenbank? Hè? Daar is je geld toch het veiligst? Vader en grootvader hebben het ook altijd in de linnenkast bewaard. En er is nog nooit wat gebeurd. De vrouw houdt het geld liever in huis. Zo'n vreemde bank vertrouw ik ook niet helemaal. Ga zitten, veldwachter. Ja, wat ik zeggen wil, boerin, je klets maar wat. Die boerenleenbank die is zo veilig als wat. Mijn eigen burgemeester heeft zijn geld erop staan. Zeg, hoor je dat, Pleun? Zelfs meneer de burgemeester. Ja, maar zijn geld bewaren ze natuurlijk op een extra veilig plekje. Ja, nee, je kan het op je linnenkast veel veiliger. Ja. Wat krijgen we nou? Wat doe jij hier? Mogen boer in. Ja, ik vroeg je wat. Bewijzen? Ik begrijp niet waar jij je mee bemoeit. Nee. Maar goed, wil ik je wel vertellen, hoor. Nou, dat is goed graag. Hier zijn de bewijzen. Huh? Ja, de scherven lagen hier op tafel. Ja, waar bemoei jij eigenlijk mee, Zwiebertje? Nou, denk eraan. Mams geheim. Ja, dat is een zaak, mensen, die moet ik nog onderzoeken. Heb hij soms... Nee, Zwiebertje, nee.
Dat wil zeggen, dat is een heel andere zaak. Hm? Zo. Dus die ruit is ingedrukt. Ingedrukt? Nee, ze stonden er veel te ver vanaf. Ingegooid natuurlijk. En waarmee, als ik even vragen mag? Ja, waarmee? Want dan vragen ze dat dan weer met een steen natuurlijk. Ja, wie ondervraagt er hier nou? Jij of ik? Allebei. Oh ja? Ik heb een vermoeden. Vermoeden? Ach man, vermoeden zijn toch waardeloos? Zekerheid moet je hebben. Kijk, en ik heb zekerheid. Waar is die steen? Zeg, Pleun, jij hebt die steen soms ook weggegooid. Steen? Wat voor steen? Ik heb helemaal geen steen gevonden, alleen maar scherven. Wat? Maar dan is die ruit niet ingegooid. Dan is die ruit ingedrukt. Nee, dat kan niet. Toen ik naar buiten stormde, zagen we net die twee kerels die in die hooiberg gingen. Ik weet het zeker. Maar hoe kan dat dan? Nou, dat raam stond wijd open, net als nou op het haakje. Dat doe ik altijd s'avonds om een beetje frisse lucht binnen te krijgen. Dat weet jij ook, ja, over. Ja, maar als die kerels dat geweten hadden, dan hadden ze die ruit ook niet in hoeven gooien. Ja, wat heeft het nou te betekenen? Dit haakje bedoel je, boerin? Ja, dat haakje. Wat is daar voor bijzonders aan? Je kijkt zo vreemd. Ja, waar bemoei jij je nou feitelijk mee? Help eens even. Ja? Kom. Hier, luister eens even. Dit is het haakje. Niet waar? Maar waar is het oogje? Waar is het oogje? Ja, waar is het oogje? Dat gaatje, daar heb het in gezeten. Voilà. Ja, maar waar is het nou? Nou, dat zal ik je nou eens haven uit elkaar zeggen. Kijk eens, het stormde die nacht of zo. Ja, wat heeft dat er nou mee te maken? Rustig jij, dat zal ik je nou eens helemaal, zal ik je lekker fijn uit de doeken doen. Hé, kijk. De storm loeide, de deuren kletterden, dakpannen gleden van de dagen af. De ramen stonden te piepen en te knarsen op het haakje. Piepknars, 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 piepknars. En opeens een rukwind. Ring, ding, ring, ring, ding, ding. Oogje weg, haakjes aan de rand. Het klepperde in de weer en opeens ring, ding, ding, bam, ram, ding, bam. Ruitenscherven. Mama, maar dat is toch alleen maar een vermoeden, man? Zeg, Pleun, heb jij dat oogje soms opgeveegd met die scherven? Nee, dat had ik het toch moeten zien? Alsjeblieft. Geen oogje, hè? Geen steen, hè? Ja. Hé. Hey. Wacht eens. Wat? Wat doe je er nou? Ja, houd je snuit, Brom. Oh, pardon, neem me niet kwalijk. Laat me even. Nee, Brom, kijk nu. Het oogje. Alsjeblieft, het oogje. Waar komt dat nou vandaan? Nou, dat is vrij eenvoudig. Het haakje in het oogje. Het haakje in het oogje zaten in elkaar. Een ruk weer tegen het raam. Het oogje viel eraf. Wat bleef er toen nog over? Het haakje. Bewijs. Ja. Maar die kerels dan? Die, het lag toch voor de hand dat die kerels het gedaan konden hebben. En laat dat raam s'nachts ook niet meer openstaan. Je ziet het één brok ellende. Alsjeblieft, ja natuurlijk. En ik mijn nachtrust maar opofferen, hè. Ja, goed. Daar ben je veldwachter voor, hè. Ja. Ja, ik ben in ieder geval blij dat mijn onderzoek een gunstig succes heeft opgeleverd. Neem me niet kwalijk, veldwachter. Ik had je geen last willen bezorgen. Ah, nee. Maar je hebt het toch maar wel gedaan, hè? Een kop sterke koffie. Ja, hè? Dat zijn de twee. Oh, sweep mijn koffie. Ja, ik denk ik neem een paar centjes mee. Dat is echt leuk als je nou je huisje zo mooi schoon hebt gemaakt. Dat geeft het geheel een beetje extra feestelijk tintje. Een paar centjes mee? Je ziet je centjes. Oh, centjes. Nou, ik vind het geweldig. Zo leuke centjes. Dan pfff, centjes. En de broglinte. Je maakt er wat van, hoor. Ja, ik maak er wat van. Zeg, daar zitten twee haken. Hé, wie is haken? Voel je je niet een beetje opgelaten met die twee kerels? Wel, nee. Dat is ze zeggen, eerst wel, later niet. Later niet. Oh ja, ik vond het alles maar een raar stelletje. Nou, raar vind ik leuk.
Kijk of ik nog een verrempeltje. Ik heb nog twee torpedo's. Nou, geef mij er ook maar één. Ja, er ook één. Esri, dank je wel. En buurtje. Ja. Hé, wel een vuur genomen. Hé, hey, muizen. Er wordt geklopt, wat zei dat nou weet je? Hoe later op de avond, hè? Misschien wel je versaatje, heb je die niet uitgenodigd? Zo laat nog? Ja, ja. Ga wel even kijken. Nee, kijk nu toch eens even! De professor! Slaven, kom binnen! Nee, we zijn nogal gepresseerd. We moeten een onderdak zoeken voor de nacht. Schamele schuur of zo. Maar goed, hier, dit is als dank voor het aangenaam verpozen. Maar kom toch even binnen! Nee, we moeten onmiddellijk weer weg. Oké, tot ziens dan. Jongen, is druk vanavond hier. Moet je dat hebben wezen? Geen idee. Ik ga maar weer kijken. Zo, en nogmaals, dag, en nogmaals hartelijk bedankt. Ja, en voor de bruine bonen met spek. Ja, dat zie je zo. Wat zegt hij? Ja. Voor de bruine bonen met spek. Bruine bonen met spek? Kom aan, de pakpaling. Wat zegt dat nou? Ja. Wat denk jij? Wat zegt ik? Ja. Wat denk je dat dit zal wezen? Nou, ja, wat zal het wezen? Hè? Wie zal het zeggen? Je moet het openmaken. Het openmaken. Ja, en voorzichtig. Niet zo schuimen hier, want je hebt het zo netjes aangeharkt. Kijk eens even. Prachtig, hè? Geweldig. Jongen. Is dat een wezen? Ja. Schitterend. Een mooi blommetje. Ja, zeg. Nou, is toch aardig van die kerels, hè? Ja, maar ik zou ze maar gauw in een potje zetten, want anders verdrogelen ze. Ja, weet je wat ik doe? Ja? Ik zet ze in de... ik zet ze in de tuin. Zal zaar morgen... Een ogenblik, aan de Mitsiënte. Hop, ja, ga weer naar binnen, jullie. Nog een rit. Maar ik kan ze niet erin. Zaar zal ook... Maar we zouden die knapen dat nog zo laat vandaan gehaald hebben. Nou, midden in de nacht. Nou, ik weet het niet, maar als je mij vraagt... Ik vraag het je niet. Hij zegt het ook wel, moet je zien. Niet waar, Jaco? Die blommetjes kennen wij. Die hebben we ergens anders gezien. Ja? Weet je waar die nou vandaan komen? Geen idee. Nee, die hebben die mensen uit de tuin van Bromsnor gejat. Ja, ik heb ze... Ik heb ze vanmiddag nog zien staan groeien. Oh, zag je dat? Ja. Hey, toch aardig van ze, vind je niet? Ach, die goud eerlijke kerels bedoel je, hè? Ja, goed. Ik vind het toch aardig dat ze die dingen eventjes komen brengen. Ja. Maar wat moeten we ermee doen nou? Nou, ik zou ze maar gauw terugbrengen. Terug? Ja. Terugbrengen? Nou nog? Jazeker. Midden in de nacht? Ja, juist. Ga mee. Vooruit. Ga mee. Nou ja, als jij het zegt, hier laten we die ook meenemen. Ja. Komt die reet te kort. Juist vannacht. Hé? Want dan merkt Brom er niks van. Oh, ja. Daar heb je gelijk in. Vind het jammer. Vond het een mooi cadeau. Ja. Maar voor je goud... Wat een latertje vannacht. Voor je goud eerlijke vrienden moet je wat over hebben. Ja, dat is waar. Ga mee. Dat mag aan. Ja. Wat een dag. Ja, kindertjes, uit is de pret. Ik ga er weer vandoor. Vanavond allemaal zoek naar bed. En nu tot weerziens hoor. Dag, zieltje. Dag, kindertjes. Dag, zieltje. Dag, kindertjes. Tot weer.